Ik open de vergadering en ik verzoek de griffier om de volgende getuige van vandaag, de heer Rutte, naar binnen te leiden. Onder ede. U heeft ervoor gekozen de eed af te leggen en ik verzoek u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Wilt u mij nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u nu onder ede en mag u plaatsnemen. Ja. Goedemiddag, de heer Rutte. Ik heet u ditmaal van harte welkom namens de hele parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. En de Tweede Kamer heeft op 1 februari 2022 besloten een parlementaire enquête te houden naar het fraudebeleid en de dienstverlening van de overheid. Doel van de enquête is te komen tot waarheidsvinding en daar een oordeel over te vormen. Ik wil u verzoeken om tijdens dit verhoor uw microfoon aan te laten staan en ik dien te vermelden dat diegene die aan u bijstand verleent niet namens u het woord dient te voeren. En dit verhoor zal worden afgenomen door de heer Asserkan en mijzelf. En voordat we gaan beginnen, dien ik te vragen of de gang van zaken duidelijk is. Yes, helemaal duidelijk. Als dat het geval is, stel ik voor dat we gaan beginnen en geef ik het woord aan de heer Asserkan. Dank, voorzitter. Meneer Rutte, fijn dat u er bent. U bent sinds 2010 de minister van Algemene Zaken en de minister-president van Nederland en vanaf 7 juli 2023 demissionair. In deze rol bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het regeringsbeleid. In dit verhoor willen we het met u hebben over onder meer het fraudebeleid en inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van fraude, gegevensuitwisseling en rechtsbescherming. U bent sinds 2010 minister-president en minister van Algemene Zaken. Dat betekent dat u een unieke rol vervult en heeft vervuld en een constante factor bent geweest bij de totstandkoming van het kabinetsbeleid vanaf 2010. In uw verhoor voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag beschreef u de rol van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken als volgt, en ik citeer. Onze taak is het bevorderen van de eenheid van het regeringsbeleid en dat de besluiten op een verstandige manier tot stand komen. Hoe definieert u de eenheid van het regeringsbeleid? Dat we proberen als kabinet met één mond te spreken en gezamenlijk tot standpunten te komen die uit te dragen. En als u spreekt over het bevorderen daarvan, hoe bevordert u dat? Ja, dat heeft te maken met eigenlijk langs drie lijnen, denk ik. Ten eerste, ik heb natuurlijk ook in beperkte mate, maar als voorman van de grootste partij invloed op de samenstelling van het kabinet. Dus daar helpt de samenstelling van het team. Wie zit er daarin? Het tweede wat helpt om een goed team te bouwen is dat je weet wat het programma is. Hè, waar werk je aan voor de komende jaren? Dat is natuurlijk vooral de formatie, maar ook hoe vertaal je dat in beleid? En het derde is in belangrijke mate de sfeer in het team. Hè, hoe zorg je ervoor dat je met elkaar een cultuur hebt waarin je op een open manier met elkaar de gedachten kunt vormen en de discussie kunt voeren. Is er dan ook een rol in, of is er een verschil met het bewaken van het regeringsbeleid in plaats van het bevorderen? Ja, algemene zaken is te klein om alles te bewaken, maar als er conflicten zijn tussen ministeries, dan komt dat vaak op mijn bord. Zijn er over de uitvoering van het regeerakkoord geen conflicten in de aanloop naar de ministerraad, dan zie ik dat vaak niet. Hè. Dan zullen de raadadviseurs betrokken zijn. Bijvoorbeeld aanstaande vrijdag is er een ministerraad. Er staan, ik geloof, 15 punten weer op de agenda. Dus ga ervan uit dat op dit moment de raadadviseurs in contact staan met al die departementen. Hoe loopt dat? En in dit geval Karien van Gennep, die vrijdag voorzit, omdat ik in Europa ben. Die zal alleen op de hoogte worden gesteld van zaken waar dan nog discussie over ontstaat. Ja. Speelt rechtsstatelijkheid daar nog een rol bij? In dat bewaken of bevorderen?
Dat is natuurlijk een gemeenschappelijke taak van het hele kabinet. Maar zeker ook van de minister-president, van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Wat is volgens u nodig om tot verstandige besluitvorming te komen? Daarvoor is belangrijk dat je met elkaar probeert, en dat doe je natuurlijk deels in de formatie, maar ook deels tijdens het functioneren van een kabinet, een grondige analyse te maken van de problemen die aan de orde zijn en waar je een oplossing voor zoekt. En op basis van die analyse zoek je naar mogelijkheden, voor zover de staat die daarover beschikt, de overheid dat kan doen, om de problemen in goede banen te leiden en vervolgens uiteraard daar ook draagvlak voor te zoeken. Dat zit natuurlijk deels in het regeerakkoord. Op veel punten zijn afspraken gemaakt. Maar goed, het feit is ook natuurlijk dat na een aantal jaar er nieuwe problemen zich aandienen. Dus neem corona, daar konden we niet. COVID-19, dat stond niet in het regeerakkoord. Daar wordt een kabinet mee geconfronteerd. Een hele samenleving natuurlijk in de eerste plaats. En dan probeer je in dit geval met wetenschappelijke input te kijken. Wat is nou verstandig? Wat gebeurt er internationaal? En op basis daarvan met veel en ook draagvlak in een kamer en samenleving tot beleid te komen. Ja. En als u zegt grondig, dan zegt u we betrekken er zoveel mogelijk bij. Soms van wetenschappers, u gaf het voorbeeld van corona, soms van adviseurs, maar probeer alles integraal af te wegen. Zeg ik dat goed? Ja, maar dat is niet wat in het kabinet gebeurt. Dat gebeurt alleen in het kabinet als er echt discussie over punten zou ontstaan. Als er conflict is of ministers onderling er nog niet uit zijn. Maar heel veel dingen, daar vindt het overleg plaats tussen ministeries, dus interagency, tussen de departementen, interdepartementaal. Je kunt niet elk onderwerp helemaal gaan uitdiepen op vrijdag, dat gaat niet. Dus, maar je ziet toch elke vergadering op vrijdag wel een thema wat groter is. Hè. Dus hebben we vandaag een hele discussie gehad in een kleinere kring over de relatie met China bijvoorbeeld. Dat zijn van die thema's waar je wat dieper op ingaat. Ja, en zijn dan procedures voor? Ja, de ministerraad heeft natuurlijk wordt een agenda opgesteld. En het was altijd zo dat de minister-president ging over de agendering. Dat heb ik afgeschaft. Ik zeg, elke collega mag van mij dingen op de agenda zetten. Dat hoef ik niet goed te keuren. Dus ik heb dat agenderingsrecht zelf opgegeven. Ik vind dat iedere minister of staatssecretaris dat moet kunnen doen. En dat gebeurt ook in grote mate. Want dan is het blijkbaar belangrijk om het te bespreken. Maar heel veel dingen die op de agenda staan, dat zult u ook zien op vrijdag als wij die besluitenlijst naar buiten brengen. Daar is geen discussie over. We spraken net over eenheid van kabinetsbeleid en verstandige besluiten nemen. Zijn er nog andere taken die bij de rol van de minister-president en de minister van Algemene Zaken horen? Ja, uiteraard nog veel meer. Ik ben lid van de Europese Raad en heb natuurlijk daar het Nederland te vertegenwoordigen in dat buitenlandse orgaan. En uiteraard probeer je natuurlijk ook als zaken tussen ministeries moeizaam gaan. We hebben natuurlijk een hele moeilijke 2019 lange discussies gehad over bijvoorbeeld stikstof. Een ontzettend ingewikkeld vraagstuk met heel veel aspecten. Dan probeer je als premier ook te kijken, zou je daar nog eens een aparte club mensen voor bij elkaar kunnen zetten, los van de ministerraad, maar die dat voorbereidend doen. U zit in het kader van dit dossier, de ministeriële commissie fraude, die opkomt na de Bulgare vrouw, is ook zo'n voorbeeld. Dat je zegt, soms is een onderwerp van die aard dat het verstandig is om daar nog eens even wat langer over door te praten, wat meer structureel met de betrokken ministers. En het voordeel van zo'n, wat dan heeft ministeriële commissie, is dat er ook ambtenaren bij zijn. Die zijn er niet bij op vrijdag, bij de ministerraad. Dus dat geeft dan ook de mogelijkheid om die discussie ook met hun input goed te voeren. Ja, uw vakministercollega's zijn het eerste aanspreekpunt voor de verschillende beleidsterreinen en hebben natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid. Maar u gaf het net al aan, als het nou gaat om gedeelde, overlappende of zoals u zei, soms conflicten. Mm-hmm. Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij het kabinet als geheel. Ik kan niet besluiten. Ik heb niet, zoals de Duitse kanselier, de zogenaamde richtliniencompetentie, dat ik kan zeggen, dit wordt het. Mm-hmm. Dus ik ben één onder de gelijken. Maar natuurlijk, de voorzitter van de Raad heeft natuurlijk toch een bijzondere verantwoordelijkheid om te proberen de besluitvorming tot conclusies te brengen. En dat kun je doen door op een gegeven moment een compromis voor te stellen. Of door te zeggen, laten we toch nog eens even een weekje goed naar kijken. Soms zijn er hele ingewikkelde vraagstukken. We hadden er gisteren nog één, ik kan dat hier niet noemen. Maar in een van de onderraden waarvan we zijn naar een hele goede discussie. Dit is gewoon nog niet rijp genoeg. Hè? Dus dan stel je voor om dat nog eens even een paar dagen uit te stellen. Dus zo zijn natuurlijk verschillende instrumenten. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je toch met elkaar uit moet komen. Het is niet zo dat ik kan zeggen, nu hakken we de knoop zo door. Ja. Maar natuurlijk heb je als premier en als voorzitter een bijzondere verantwoordelijkheid.
Ja, u neemt dan de rol op u, zoals u aangaf, om iets voor te stellen, een compromis. Ja. Of misschien te zeggen, laten we nog eens langer over nadenken, laten we wat informatie erbij. U zegt, ik ben niet degene die uiteindelijk dan zegt, en dit wordt het. Want die, ja, dat heb ik gewoon niet, dat heb ik, die mogelijkheid heb ik niet. Als het dan gaat om het bespreken van een beleidsterrein van de minister in de ministerraad, zijn dan de bewindspersonen van het desbetreffende beleidsterrein altijd aanwezig? Doorgaans wel, maar het kan natuurlijk zijn dat iemand vervangen wordt. Dat kan. Maar in principe, ja, het is wel prettig als die erbij zijn. In ieder geval de minister of de staatssecretaris, die kan de minister vervangen. Zijn ze er beide niet en dat zou niet kunnen wachten, dan is er een vervangingsregeling die dan namens dat departement het woord voert. Ja, maar het is uitzonderlijk dat een minister of zijn vervanger niet aanwezig zijn tijdens de behandeling van het beleidsterrein. Ja, als het natuurlijk een geplande discussie is, dan kun je misschien nog wel een week wachten tot die persoon er wel is. Hè. Dus ik heb zo gauw geen voorbeelden waar dat niet gebeurt, maar zeker bij de wat meer fundamentele discussies, als je, laten we zeggen, aan het begin van wetgeving staat en je bespreekt nog eens een hoofdlijnennota van hoe gaat die wetgeving eruit zien. Ja, dan is het toch doorgaans wel zo dat die minister er ook zelf bij wil zijn. En dat doorgaans zo plant dat als hij bijvoorbeeld Europese verplichtingen heeft, dat je het ook nog een week later kunt doen. Dus dat je niet in een tijdsdruk zit van bijvoorbeeld er moet een brief aan de Kamer of er moet een besluit worden genomen vanwege de begroting. Dus dan heb je wat meer ruimte. Ja. En waar houdt nou de verantwoordelijkheid van de vakminister op en begint uw verantwoordelijkheid als minister-president? Nee, de vakminister is eindverantwoordelijk en ik ben voorzitter van het team. Maar ik heb geen verantwoordelijkheid die ik overneem van de vakminister. Nee, dus dat blijft altijd tot en met het eindbesluit blijft dat altijd bij de vakminister. Ja, maar ik loop niet weg voor mijn bijzondere rol. Hè, want dat de premier natuurlijk, dit is de formele staatsrechtelijke positie. De eerste onder de gelijken, de primus inter pares. Nogmaals, daarmee in Europa de minste machtige regeringsleider. Maar ik zeg er wel bij, door de vorming van de Europese Raad sinds 2009... is natuurlijk zo dat die persoon van de premier ook in het Nederlandse bestel natuurlijk aan verandering onderhevig is. Maar in formele zin kan ik niet besluiten zoals Olaf Scholz van Duitsland dat kan. Van de week was dat nog conflict tussen de drie coalitiepartijen dat hij zei. En zo gaan we het doen, dat kan ik niet. Ja. Is er nou wel een moment dat een probleem van een vakminister ook uw probleem wordt? Het wordt sowieso ook mijn probleem als er tussen departementen discussie is. He, dus dat zie je ook in dit hele dossier, dat er heel veel momenten zijn dat stukken door de ministerraad gaan die helemaal goed zijn afgestemd onderling. Dan zal de raadadviseur van Algemene Zaken het allemaal gevolgd hebben. Maar dan is de conclusie, men is het eens, het is glad, er is overeenstemming, et cetera. Maar er zijn ook punten waarbij wel degelijk, dat zie je soms met nadere rapporten naar de Raad van State. Dat zie je ook wel hier en daar terugkomen in dit dossier, maar ook op allerlei andere momenten. Het kan ook zijn, en zeker ook als je praat, en daarom heb ik dat ook ingevoerd in 2010, die two-pagers, dat je eens even helemaal begin van het proces wat meer fundamenteel praat over een onderwerp, nog voordat er per se ook een stuk naar de Kamer moet. Dan ben ik daar natuurlijk ook nauw bij betrokken en dan praat ik mee over die discussie. Ja, heeft u wel is er een voorbeeld van een probleem waarvan u zegt van nou, daar heb ik me als minister-president, het is een probleem van de vakminister, maar als minister-president voelde ik me toch erg betrokken en heb ik daar ook een belangrijke rol in. Ja, recent natuurlijk corona. Daar was dat natuurlijk noodzakelijk, omdat juist ook door de veranderende rol van de premier ik met Hugo de Jonge tot de conclusie kwam dat het goed zou zijn als we samen bij zoiets groots maatschappelijk ingrijpends die communicatie samen zouden doen. En ook in de rest van Europa, de regeringsleider, en als dat de president is, de president, en anders de premier, afhankelijk van het staatsbestel. Ja, nou is corona wel heel uitzonderlijk. We hopen het nooit meer mee te maken. MH17 is een ander voorbeeld. Hè? Dus daar zou je kunnen zeggen, waarom niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken? Maar natuurlijk, dan vraagt dat ook overleg met buitenlandse regeringsleiders. Dan is het natuurlijk zo dat ik daar een meer bijzondere verantwoordelijkheid in heb. We hebben dat recent aan de orde gehad met natuurlijk de excuses voor het koloniaal verleden Indonesië. Hè? De politionele acties na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog, de slavernij-excuses, ook een voorbeeld. Natuurlijk, die had ook iemand anders kunnen doen, maar het ligt dan voor de hand. Vindt ook het team dat ik dat dan doe. Hè? Ja. En overigens in dit laatste geval uiteraard vooral ook de koning. En dat was in de opbouw ook een toespraak van mij en vervolgens bij Katie Kotti ook de koning. Ja. Als voorzitter, als minister-president bent u natuurlijk voorzitter van de ministerraad. In de ministerraad wordt onder meer over wetgeving gesproken. Hoe komt u als minister-president tot oordeelsvorming over wetgeving? Nogmaals, als er geen conflicten zijn tussen ministers, dan is het vaak zo dat ik daar niet naar kijk.
En dat is omdat je niet alles kunt volgen. En dan volgen raadadviseurs het. En als die zouden zeggen, er gebeurt iets heel raars, ze zijn het eens, maar er gebeurt iets geks, dan zou ik het horen. Maar als ministers het onderling eens zijn, er is verder ook geen discussie meer over met financiën bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk zo'n ministerie wat altijd een zijlicht werpt op bijna alles. Mm-hmm. Dat ja, 3/4 van alle besluiten hebben ook met geld te maken. Ja. Logisch, dus financiën heeft daar een grote rol in, de inspectie Rijksfinanciën. Maar als dat allemaal goed loopt, en er is ook, laten we zeggen, bij de raadadviseur niet zoiets van, nou wat raar, hè, wat gebeurt hier nou? Dan zul je zien op vrijdag, tegenwoordig gaan al die besluitenlijsten naar buiten. En dan zie je bij heel veel agendapunten zonder discussie aanvaard. En soms zie je ook dat er wel degelijk een discussie over geweest is. Maar dan is het vaak zo dat er in de aanloop naar die ministerraad ook nog tussen departementen discussie was. Ja, u geeft aan, er gaat veel wetgeving, gaat gewoon door, omdat dat gewoon in lijn is en er is verder geen discussie over. Ja. Betekent dat u niet altijd de wetgeving kent? Het kan heel veel zijn, dat weet ik niet. Nee, dat klopt. Ja, er gaat heel veel wetgeving door. Ja. Nu zegt, ja, zijn hamerstuk heb ik niet eens kunnen lezen. Ja, iedere vrijdag gaan er soms wel tientallen wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur. Er gaat zo verschrikkelijk veel door het kabinet. Het is onmogelijk te volgen. Dat is ook niet mijn taak. Ik moet er wel voor zorgen dat, en daarom heb ik natuurlijk een klein, maar zeer goed toegerust departement. En dat is een systeem wat je eigenlijk in de meeste cabinet offices in Europa ziet, met zeer goede mensen die als het ware hefbomen op die grote ministeries. Dus die hebben daar contacten. Ja. En zijn eigenlijk uw oren en ogen u vooruit geschoten. Ja, als er dus dingen spelen of er zijn conflicten. Ja. Dan maken zij de afweging. Het is belangrijk dat de minister-president dit weet. En dan komen ze vaak met een nota of u wordt bijgepraat. Ja. Is dat ook de manier waarop u geadviseerd wordt als het over wetgeving gaat waarvan u zegt dat is overstijgend of daar willen we met elkaar iets langer bij stilstaan? Hoe wordt u dan geadviseerd? Nou ja, nogmaals, als er grote wetgeversrechten aan de orde zijn, dat was wel een verandering sinds 2010, hebben we gezegd, laten we nou eens beginnen. Dat lukt niet altijd, maar dat doen we wel regelmatig met wat het is geheten de two-pagers. Mm-hmm. Het idee was ooit een one-pager, dat lukt niet, een two-pager geworden. En soms zijn het 3 pagina's, dat maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval dat je even een stuk hebt, helemaal het begin van het traject. En dat zie je bijvoorbeeld in dit dossier bij de fraudewet. Hè. Dat begint met een stuk van de minister. Die zegt, nou, ik ga op een gegeven moment werken aan de fraudewet. Maar laten we nou eens even wat meer ten principale als kabinet erover praten. En dan zie je ook daarna dat de wet zelf niet meer behandeld wordt in het kabinet. Of nauwelijks, weet je. Misschien nog een paar dingetjes, maar geen grote dingen meer. Omdat die meer principiële discussie dan heeft plaatsgevonden aan de hand van een hoofdlijnennota of een two-pager. Soms leidt dat ook nog tot een stuk aan de Kamer. Hele grote wetgeving gaan er vaak ook notas naar de Kamer. Hè, als ingangs voor de discussie. En dan komt de discussie soms nog wel weer terug bij naar de Raad van State als die adviseert. Zeker als dat een wat zwaarder dictum is. Hè, dus voor de kijker een wat negatiever advies. Dan is dat natuurlijk reden om opnieuw nog eens een paar dingen te wegen. Ja, daar komen we later nog op. U wordt in uw werk ondersteund door het kabinet minister-president. Onderdeel daarvan zijn uw raadadviseurs. Daar spraken we over. Welke rol spelen uw raadadviseurs bij de oordeelsvorming over wetgeving? Nou, nogmaals, wat zij doen is vooral heel goed in de gaten houden in het kader van dat de besluiten goed genomen worden, dat het tempo erin blijft zitten, dat die grote vakdepartementen, want daar zit natuurlijk de grote denkkracht op al die dossiers. Mm-hmm. Daar zitten de beleidsdirecties, die stemmen ook af met andere ministeries als het over onderwerpen gaat die overstijgend zijn. En zij kijken natuurlijk heel scherp, loopt het goed, is er vrijdag nog gedoe te verwachten? Of juist mooie discussies die juist kunnen verhelderen, hè, dat kan allemaal. Zullen ook volgen, we hebben ook nog financiële taakstellingen soms, zeker in het begin van dit kabinet, loopt dat allemaal goed. Dus al dat soort zaken, dat houden zij in de gaten. En als dat loopt, dan hoor ik het vaak niet. Maar nogmaals, ik hoor vaak bijgepraat, bijvoorbeeld de afgelopen maanden, bijvoorbeeld intensief gesproken met landbouworganisaties om te kijken, kun je tot een landbouwakkoord komen? Nou, dan mag je ervan uitgaan dat de raadadviseur die daarmee bezig is, mij natuurlijk regelmatig bijpraat hoe dat gaat. Dat leidt ook regelmatig tot discussies in het kabinet. Van kunnen wij onze onderhandelingspositie veranderen? Kunnen we tegemoetkomen aan bepaalde partijen die bij dat landbouwakkoord betrokken zijn? En dan word ik daar natuurlijk ook in geconsulteerd. Ja. Valt daar ook onder dat u geïnformeerd wordt bij belangrijke uitspraken van hoge bestuursrechters, bijvoorbeeld?
Nee, dat niet. Wel natuurlijk als dat leidt tot wetsaanpassing. Dat zie je ook in dit dossier natuurlijk. Als een hoge bestuursrechter zegt de wet... Of welk dossier u zegt, dat zien we ook in dit dossier? De fraudewet. Zie je bijvoorbeeld de Stelraad van Beroep. Als die een uitspraak doet en zegt... Ja. Jullie hebben misschien gedacht dat er maatwerk mogelijk was, maar dat gebeurt onvoldoende. Mm-hmm. Dan is dat natuurlijk onderdeel van de discussie in het kabinet. Ja, dus het gebeurt af en toe wel als dat ertoe kan leiden dat er een wetsaanpassing nodig is. Precies. Ik vatte dat samen als dat belangrijke uitspraken zijn van bestuur. Maar goed, ook niet noodzakelijke wijs. Ja, maar je ziet natuurlijk ook in als je kijkt naar het hele tragiek rond de kinderopvangtoeslag, zie je, maar dat is een beetje ook het onderzoek van de vorige commissie, dat de Raad van State een aantal keren bevestigend is op wat de overheid doet, dan hoor ik dat niet. Nee, dat is helder. Ik geef graag het woord aan de voorzitter. Ja, en ik wil het nu met u hebben over fraudebeleid in de sociale zekerheid. Welke grote ontwikkelingen ziet u zelf in het fraudebeleid in de sociale zekerheid van de afgelopen 30 jaar? Ja, je ziet volgens mij al... Oh, meneer Rutte, je ziet, maar ik bedoel wat u dan zelf ziet. Ja, je is ik. Ja, wat ik zie is dat... nee, zeker. Wat ik zie is dat eigenlijk al... goed, de wet boete in 1996 is een belangrijk moment, denk ik. Wat ook een belangrijk moment is... Ik dacht dat het april 2002 is, als het kabinet Kok 2 komt. Ook met een heel stuk over de fraudeaanpak... wat denk ik belangrijk is 2009, als minister Donner komt met een analyse van de mate waarin gefraudeerd wordt, met toch vrij heftige cijfers. En als het om fraudebeleid gaat, natuurlijk het regeerakkoord van de twee eerste kabinetten, waar het ging om die leidde tot de fraudewet. Ik denk dat dat belangrijke momenten waren. U was na de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 als partijleider en onderhandelaar van de VVD betrokken bij de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Weet u nog wat de standpunten waren van de beoogde coalitiepartner het CDA, uw eigen partij, en de gedoogpartner de PVV op het gebied van fraudebestrijding in de sociale zekerheid? Nou, niet in detail, we hebben het er ook niet heel veel over gehad. Maar je ziet natuurlijk wel iets terug in het regeerakkoord, wat denk ik wel een lijn is met wat die verschillende partijen vinden en ook wel volgens mij een zekere continuïteit laat zien met daarvoor. Ja. Overigens was ik vergeten te vertellen, maar u bent natuurlijk al een keer eerder geweest. We begrijpen dat het een langere periode is waar we met u over praten als politiek leider van de VVD, maar ook demissionair minister-president. Dus we hebben weer een mooie zwarte map voor u klaargelegd. Mooi. Dus in sommige gevallen zal ik u gewoon helpen en verzoeken om dan mee te lezen. Ik zal u in dit geval inderdaad ook even helpen. In het verkiezingsprogramma van de VVD stond: fraude met uitkering is diefstal van gemeenschapsgeld. Onterechte betaalde uitkeringen dienen tot op de laatste cent te worden teruggevorderd. En de VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. Ik ga niet het hele programma voorlezen. En het CDA gaf ook aan: fraude met uitkeringen kost de gemeenschap handenvol geld en ondermijnt de solidariteit. Het CDA wil daarom dat het Rijk en de gemeente de aanpak van uitkeringsfraude intensiveren en hiertoe innovatieve maatregelen inzetten. En de PVV natuurlijk niet te vergeten. Die stelt: om ons stelsel van uitkeringen weer in topvorm te krijgen, is het tevens van groot belang dat alle vormen van misbruik worden aangepakt. Punt. En dan keihard. Punt. Wie fraudeert krijgt nooit meer een uitkering. Is met de beoogde coalitiepartners en de gedoogpartner gesproken over fraudebestrijding in de sociale zekerheid? Ja, we hebben het er ook overal bij besloten voor. Dat zal ongetwijfeld, want je ziet het ook terug in het regeerakkoord, hè, dat er een passage over staat. Maar het was niet het hoofdonderwerp van gesprek, eerlijk gezegd. Nee. Weet u nog wel of er dan gesproken is om het beleid wat harder te maken? Nou, de passage is stevig, hè, en die gaat natuurlijk uit vanuit een klassiek denken, denk ik, van deze partijen, en mag ik daar ook de Partij van de Arbeid onderscharen, namelijk dat je fraude moet aanpakken en dat geld van de overheid wat wordt uitgegeven door mensen, bij mensen terechtkomt die er geen recht op hebben, dat natuurlijk, zeker in een tijd dat je ook nog te maken hebt natuurlijk met hoge belastingdruk en alle andere zaken, dat het ongewenst is. Ja. Dus u kunt zich ook niet herinneren of er nog politieke discussies over waren om dan die hervormingen door te voeren in sociale zekerheid? Nee. Of dat er verschillen van mening waren tussen verschillende politieke partijen? Volgens mij niet. Dit was absoluut in ieder geval geen hoofdpunt van discussie. Het hoofdpunt van discussie was natuurlijk op dat moment het feit dat we op een punt stonden in de Nederlandse geschiedenis, dat we dreigden op het langere termijn onze sociale zekerheid, onze gezondheidszorg en onderwijs niet meer te kunnen betalen, omdat de economie aan het omkieperen was en we 51 miljard moesten ombuigen. Dat was echt het grote onderwerp, maar niet de fraudebestrijding. Het regeerakkoord kwam tot stand in een periode van financiële crisis en bezuinigingen, zoals u zelf al aangaf. In uw eerste kabinet
uw eerste kabinet komt met een bezuinigingspakket van 18 miljard euro. Weet u nog hoe dit financiële kader tot stand is gekomen? Ja, je hebben we met elkaar gesproken over wat is er nou nodig om de wond te stelpen. We dachten toen nog 18 miljard. Uiteindelijk bleek dat in de tijd van Rutte 2 op te lopen nog 51 miljard. Dat geeft wel even aan hoe groot de crisis was. Misschien op dat moment dachten we nog te kunnen volstaan met 18 miljard. Dus dan ga je met elkaar praten. En dat is bijna altijd in de mix van ongeveer 2/3 bezuinigen, 1/3 lasten verzwaren. Als je historisch kijkt, dan ga je met elkaar spreken van hoe doe je dat. En dan heb je een centraal planbureau wat zegt, als je bepaalde maatregelen denkt te nemen, wat die opleveren. Ja, maar dat was de eerste keer dat u meemaakte dat zo'n bezuinigingspakket van 18 miljard mede als in de persoon van uzelf als leider van de grootste partij. Ja. Maar weet u nog hoe daar eigenlijk over onderhandeld werd? Was het ieder brengt wat in waar je niet op wil bezuinigen? Je brengt dingen in waar je wel op wil bezuinigen? Ja, je onderhandelt. En er is altijd meestal in zo'n geval van zo'n formatie, dat verschilt nog wel eens een aparte, wat dan heet tafel, een overleg van financieel woordvoerders. Meneer Rutte, ik ga u onderbreken. Ik wil hem niet in algemene zin weten. Ik wilde even specifiek weten, want iedere coalitieonderhandeling heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen afspraken. Dus u wilt weten voor Rutte 1 hoe dat ging? Ja. Ja, wat ik weet daarvan, wat ik me daarvan herinner, is dat we inderdaad uiteindelijk uitkwamen dat zo'n 18 miljard nodig was. Een partij als de PVV, die natuurlijk op dit soort onderwerpen, zeggen vaak een rechtse partij, maar toch in praktijk wat linksere partij is, is daar natuurlijk altijd minder enthousiast over dan partijen als CDA en VVD die zeggen, ja, dit moet nou eenmaal. Dus er was natuurlijk veel debat over. En die hele gedoogconstructie zat ook dat uiteindelijk de PVV steun zou geven aan het hart van het financieel-economisch beleid. Dus we werden het op een gegeven moment eens met de onderhandelaars over ongeveer de omvang van 18 miljard. En wat we dan gedaan hebben, is met elkaar te spreken over hoe vul je dat in? En ook op dat moment is er ook overleg geweest tussen financieel woordvoerders die zeggen, nou ja, wat kunnen we daarvoor allemaal inleggen? En dan is altijd de discussie, doe je dat met harde bezuinigingen op allerlei uitgaven? Of vind je ook een mix tussen die bezuinigingen en hervormingen? Want je kunt ook hervormen. Hè? Nou, wat lastig natuurlijk in die combinatie was, dat bijvoorbeeld een hervorming van de WW met de PVV niet ging. En ook een verhoging van de AOW-leeftijd heel lastig lag in die combinatie. Dus het was meer. Maar goed, het is toch uiteindelijk een mix geworden van bezuinigen, ook wat hervormingen. Alexander Pechtold heeft er later nog een grapje over gemaakt, de hervorminis. Maar het waren er toch 17 hervormingen. En uiteraard ook altijd een stukje lastenverzwaaien. Ja, dus in die tijd, tijdens die formatie, was er de opzet, de financieel woordvoerders, het politieke besluit, 18 miljard bezuinigen, maakten de politiek leiders. En vervolgens ging het naar de financieel woordvoerders voor de invulling. Ja, nee, het is een iteratief proces, want die financieel woordvoerders gaan niet dan 3 maanden zich opsluiten en komen dan weer eens terug. Okay. Maar er wordt in de fracties overlegd, er wordt met financieel woordvoerders overlegd, die zullen ook bij elkaar zitten. Maar uiteindelijk was er een hoofdtafel onder leiding van Ivo Opstelten als informateur. Met van elke partij 2 onderhandelaars. En die hebben uiteindelijk natuurlijk met elkaar de besluiten genomen. Ja. Ja. Waren er ook zaken waarop jullie gedrieën besloten om niet op te bezuinigen? Of politieke partijen die zeiden, nou, u gaf net al iets aan van de PVV, die wilde op de pensioengerechte leeftijd of bepaalde hervormingen niet. Gold dat ook voor de VVD en CDA? Maar dat zou ik niet. Daar zou ik echt in mijn geheugen moeten graven. Ja goed, maar elke partij natuurlijk zijn eigen punten. De VVD wil niet naar de hypotheekrente aftrekken. De CDA zal niet aan de kinderbijslag willen komen. PVV was natuurlijk tegen een verhoging van de AOW-leeftijd. Ja. Zo had iedereen natuurlijk zijn punten. Ja, nee, ik vraag niet aan u inderdaad om te speculeren. Maar als u het weet, dan weet u het. Ja, zo deze niet. Punten sowieso, maar dat wist je van elkaar. Het is okay. Ook zo bij zo'n onderhandeling dat het niet zoveel zin heeft. Als men weet, de VVD heeft campagne gevoerd op de hypotheekrente aftrek, om dan als andere 2 partijen te zeggen, wat vind je van de hypotheekrente aftrek, Mark? En weet u nog waar u campagne op had gevoerd, waarvan u had beloofd daar dan niet op te bezuinigen? Zeker, in 2010. Waaronder de hypotheekrente aftrek. Oké, dan zijn we er. Weet u nog wie getoetst heeft of de financiële kaders haalbaar zijn in 2010? Het is altijd het strafplanbureau. En Financiën kijkt ook mee, dus die maken ook een raming van wat levert dat nou op allemaal. Ja. Want anders ga je een beetje, anders heb je geen anker. Precies. Is in 2010 bij de totstandkoming van het regeerakkoord gesproken over fraudebestrijding in de sociale zekerheid als bezuinigingsmaatregel? Ja, dat zie je dus terug. Hè, dat zie ik terug, hè, in de stukken. Dat we uiteindelijk zeiden, wat is er zo'n 180 miljoen inboeken daarop als onderdeel van die 18 miljard?
En was iedereen het er ook over, of iedereen, waren alle drie de partijen het erover eens dat dat een goede manier zou kunnen zijn om die bezuinigingen in te boeken? Dat lijkt mij wel, want nou, nogmaals, volgens mij hebben we het er nou eens over gehad, want de discussie ging echt over heel andere dingen. Maar het ligt natuurlijk voor de hand, ook met de cijfers die we hadden, inmiddels wisten uit 2009 nog van Donner, het kabinet daarvoor, toch wel zeer omvangrijke fraudecijfers, dat het ook niet zo gek is om nog daar ook te kijken, wat kun je nog extra doen? Ja, u heeft het nu twee keer genoemd. Ik heb het zeker gehoord, maar we komen er op een ander moment op terug. Als het gaat over uw verwijzingen. In het regeerakkoord wordt uiteindelijk vastgelegd dat er een hardere aanpak komt voor fraude met uitkeringen. En ik citeer, fraude met uitkeringen ondermijnt de solidariteit. Onterecht verstrekte uitkeringen zullen daadwerkelijk worden teruggevorderd, ongeacht de hoogte van de fraude. Bijstandsgerechtigden worden bij fraude bestraft met het inhouden van de uitkering gedurende 3 maanden. Weet u nog waarom het kabinet destijds fraude met uitkeringen harder wilde aanpakken? Nou ja, ik zeg het voor de derde keer, omdat we... Nou, dan cijfers... mag u hem nu afmaken. U heeft het over hele... Nogmaals, ik zit, dat is niet mijn doel, hoor. Maar we hadden natuurlijk cijfers, ja, nogmaals, die heeft u ook. Het stuk van, had ik het al gezegd, van de heer Donner uit 2009. Kunt u iets specifieker zijn, want u heeft blijkbaar hierop voorbereid. Dus dan kunnen we maar meteen... Nou, hij heeft, Piet Hein Donner heeft natuurlijk in 2009 een stuk naar buiten gebracht over de integrale rapportage handhaving, waaruit blijkt dat er... Nou, wat was het? 89.000 gevallen waren geconstateerd van uitkeringsfraude. En dat ze ervan uitgingen dat ze 132 miljoen mee te maken hadden. En dat was alleen de geconstateerde overtredingen. Dus en op dat moment was er ook politiek natuurlijk veel aandacht voor dat hele onderwerp. Dus dat was ook eigenlijk, in mijn beste weten, geen controversieel onderwerp in de formatie van het kabinet. Maar u gaf net eerder aan dat het eigenlijk niet zo'n belangrijk onderwerp was. Maar blijkbaar was het wel zo'n belangrijk onderwerp dat dat rapport op tafel lag, waardoor jullie gedrieën zeiden, dan gaan we ook die 180... Oh nee, ik zeg niet dat dat rapport op tafel lag, dat weet ik niet. Dat lag wel op tafel in het kabinet later, met een stuk van Kamp. Okay. Maar er was wel natuurlijk uit de media alles wel bekend. Natuurlijk. Dus dat was niet controversieel. Wij waren het erover eens, en daar hebben we het ook niet lang over gehad, bij mijn beste herinnering, dat je fraude moet aanpakken, inderdaad vanwege draagvlak. En omdat je, gaan bezuinigen ergens op, terwijl er ook onterecht geld wordt verstrekt, dan kun je misschien beter dat onterechte geld terughalen. Nee, dan hebben we elkaar gewoon niet begrepen. Ja. Want het leek alsof je de suggestie wilde wekken, doordat dat rapport er lag, was het ook logisch om die bezuiniging te doen. Maar eigenlijk zegt hij, die twee hebben niets met elkaar te maken. Dat zeg ik ook niet. Dat rapport lag uit 2009. Dat was natuurlijk onderdeel van het publieke debat. Dat was ook naar buiten gekomen. En is ook later tijdens het kabinet natuurlijk aan de orde geweest. Maar er was in die tijd natuurlijk wel een breedlevend gevoel. Ja, maar ik heb het specifiek over die onderhandeling. Hè? Dus op het moment dat dat op tafel ligt. Ja, dat zou kunnen. Partijen. Dat weet ik niet zeker. Dat zou kunnen. Precies. Ja. 3 politieke partijen die het erover eens waren. Ja. Over het bedrag. Over het aanpakken van die fraude. En vervolgens komt dat dan ook... in die tekst. En de reden daarvoor was dus uiteindelijk omdat jullie het gedrieën belangrijk vonden om fraude aan te pakken. Ja. Ja? Het ging niet over efficiëntie of dingen die effectiever moesten of iets van dergelijke aard. Ja, dat zou ongetwijfeld ook mogelijk in de discussie zijn geweest. Maar nogmaals, de grote onderwerpen die ik net noemde, plus natuurlijk de migratiekwestie. Ja. Duidelijk. Ik geef het woord aan de heer Assekam. Dank, voorzitter. Op 14 oktober 2010 start het kabinet en daar staat in het regeerakkoord staat een taakstelling van 180 miljoen. En die moet worden opgehaald met hardere fraudeaanpak. Ik zie u knikken, u herkent het. Ja. Hoe belangrijk was deze taakstelling voor het kabinet? Ja, nogmaals, het is nu natuurlijk, omdat je terugleest, wordt dat er uitgelegd. Maar in een pakket van 18 miljard is dit, hoeveel is het? 1% of zo, ja. Maar ook onderdeel dus van de dekking. Ja. Het was een onderdeel van de dekking en zo. Ja. Dat moest bijdragen aan die enorme... En dat werkt dus zo, hè, dat je zegt, we gaan een aantal dingen doen. Dan ga je niet denken, wat zou het dus kunnen opleveren? Dan vraag je aan het Centraal Planbureau, wil eens goed door de ogen haar kijken. En dat geldt voor alle beleid wat je maakt. Wat zal daarvan ongeveer de opbrengst zijn? En financiën kijkt er ook nog een keer naar. Ja. En welke rol heeft u als minister van Algemene Zaken bij het vasthouden aan begrotingsafspraken? Ja, uiteraard probeer ik eraan vast te houden, maar het is niet zo dat ik het allemaal zelf hoef te doen. Maar als kabinet en financiën voorop probeer je natuurlijk ervoor te zorgen als je moet ombuigen dit soort bedragen. We kunnen ons dat nu niet voorstellen. Dan is het wel van belang natuurlijk dat je dat ook netjes doet allemaal. Ja, en zeker in die tijd, hoe stuurde u daarop? Ja, ik stuur er niet op. Je hebt, laat ik zeggen, hoe hield u het in de gaten? Ik houd het niet in de gaten. Dat doet financiën in de eerste plaats. Mm-hmm.
En daarnaast is het zo dat waar nodig ook raadadviseurs van algemene zaken natuurlijk meekijken. Maar die gaan mij daar niet de hele dag over bijpraten. Er zijn permanente discussies. En zeker bij de start van zo'n kabinet, het eerste jaar, als je dus het regeerakkoord en wat je daar afspreekt aan bezuinigingen om gaat zetten in beleid, dan stuit je natuurlijk op allerlei dingen waarvan je zegt, ja, CPB zei X. Maar het is eigenlijk X min. Dan gaan we maar vanuit dat de meeste vakdepartementen zeggen, ja, maar dat is natuurlijk veel te ruim begroot. Nou, dan gaat uw financiën zeggen, ja, hallo, maar we hebben toch wel degelijk ook een doorrekening. En ja, als je het niet haalt, dan zul je toch op een of andere manier moet het geld wel hebben. Nou, niet daar, het kan ergens anders uit in jouw portefeuille. Want je moet natuurlijk wel uiteindelijk proberen om die overheidsfinanciën als geheel gezond te krijgen. Ja, en hoe vaak is dat dan een belangrijk onderwerp? Hoe gaat dat dan? Dat gaat eigenlijk altijd tussen financiën en vakdepartementen. En enkele keer zal ook AZ gevraagd worden te helpen. En dan zal dat zijn dat de raadadviseur... Nou, ik heb er één voorbeeld van gevonden. Waar hij zegt, hey jongens, pas op. Als je dit optelt, is het 160 miljoen. En we zouden 180 doen. Misschien wel goed als jullie dan op 180 uitkomen. Dat soort dingen gebeuren. Maar dat gaat niet allemaal over mijn bureau. Nee, nee. En dan wordt er op andere plekken binnen het departement gezocht naar die andere 20 miljoen om toch die 180 te kunnen halen. Ja, of het komt terug. Hè. In het geval van deze 180 komt Henk Kamp naar het kabinet terug. En die zegt, nou, ik denk dat het heel lastig wordt die 180 te halen, zegt hij ergens. Dan zal de minister van Financiën, en ik dacht dat dat later ook nog wel een keer gebeurd is, vrij expliciet bij het opstellen van de voorjaarsnota en de begroting zeggen, ja, lieve vriend, alle begrip. Maar als je het dan niet daaruit kunt halen uit de fraudebestrijding, het zal toch ergens breed dan uit de sociale zekerheid uit jouw departement moeten komen. Goed, nou is dat een departement waarin in die dagen zo'n 60 miljard omging. Dus dat is waarschijnlijk wel op te lossen. Maar uiteindelijk ja, moet je het wel zien te moeten optassen om wel kloppen. Ja. Tijdens de formatie van uw eerste kabinet wordt er gesproken over de fraudeaanpak bij sociale zekerheid en het geld dat deze aanpak moet opleveren. Wij spraken daar net over. Uit onze informatie blijkt dat er twijfels waren over de haalbaarheid van de taakstelling. En ik citeer even een mail van de raadadviseur. Het Centraal Planbureau heeft de PVV onder enige druk uiteindelijk 180 miljoen gegeven in het verkiezingsprogramma. Tijdens de formatie hebben we vanuit Financiën uiteindelijk ook 180 miljoen gegeven conform keuzes in kaart. Ja. Kunt u uitleggen wat ik net precies oplas? Ja, ik heb het ook gezien, maar dat kan ik niet precies terugreconstrueren. Nee. Dat wordt samen gissen. Maar het is wel het type discussie wat mogelijk, as we speak, ook plaatsvindt tussen raadadviseurs en ministeries. Nee, namelijk dat er natuurlijk altijd discussie is over, ja, de raming zegt dit. Mm-hmm. Het vakdepartement zegt, ja, ik heb nu alles bij elkaar gehaald. En nou, als ik hieruit aflees, dan zeggen ze, we kunnen tot 160 komen. En dan krijg je de vraag, laat je die 20 zitten? Mm-hmm. Ja, dan moet het dus rijksbreed. Dat wil natuurlijk geen enkel ander departement, want iedereen moest opgeteld 18 miljard leveren. En uiteindelijk loopt dat dus, zoals we weten, op naar 51 miljard. Dat zijn natuurlijk ja, bizarre bedragen. Zeker. Dus dan, ja, dan zal de eerste neiging vanuit Financiën, en als AZ meehelpt, altijd zijn, ja, maar probeer nou even te realiseren wat we hebben afgesproken. Ja, ja. Dus zo lees ik dat. Ja, en u zegt vanuit AZ, dan wordt er toch in enige mate ook vanuit AZ wel, laat ik zeggen, aangespoord om toch dat te realiseren. Ja, nou, heel gezond. Ja, dat hoop ik ook dat ze dat doen. Nee, ja, zeker. Ja, 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 dat is hun taak. Ja, het is de taak vanuit AZ ook om te sturen op het realiseren van begrotingen. Dat doet Financiën, maar zeker als het richting besluitvorming gaat. Nee, maar AZ kan meehelpen, dat is niet heel strak. Maar in principe zal de Inspectie Rijksfinanciën, daar zit natuurlijk de grote beleidsapparaat om dat allemaal te volgen. Die kijken ook in al die departementen wat gebeurt daar. Die hebben contact met al die directie Financieel-Economische Zaken. Maar ja, het zal ook af en toe voorkomen natuurlijk dat een raadadviseur meehelpt. En kunt u zich herinneren of daar tussen de partijen die uiteindelijk de coalitie vormen, nog discussie was over die 160 of 180 miljoen, moet het wel, moet het niet? Nee, lijkt me absoluut niet. Nee, hoor. Het is maar, denk ik, het is nu groot omdat we naar fraude kijken. En we kijken natuurlijk door een rietje nu naar dat aspect van de begroting, maar op een totaal begroting van 400 miljard en een ombuiging van 18 miljard is dit natuurlijk verwaarloosbaar. Ja. Nee, dat is zeker in geld ten opzichte van die hele grote opgave zeker. Maar soms zijn het ook wel principiële punten. U gaf er net een voorbeeld van, nou is hypotheekrente aftrekken een stuk groter dan 180 miljoen. Maar goed, het kan ook zijn dat een van de partijen zegt, nou vindt het gewoon een heel belangrijk punt en we hechten hieraan. Dat was naar uw oordeel niet het geval. Dat u zegt, geen enkele aanwijzing voor. Ik kan het ook niet terugvinden overigens in de... want die mail, jullie vroegen die mail openbaar te maken. En toen heb ik ook nog even gekeken, kun je nog ergens terugvinden. De kabinetsdiscussies, ik kan het nergens terugvinden. Nee. De taakstelling die ik net noemde valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de onvoldoende onderbouwing vanaf het begin was bekend bij het ministerie.
In de nota over de gevolgen van het regeerakkoord staat hierover: de besparing zal naar verwachting moeilijk te realiseren zijn. Het is een groot bedrag van 180 miljoen dat zelfs bij een draconische sanctieregime moeilijk zal zijn. Kon die fraudetaakstelling nou naar beneden worden bijgesteld? Nee, maar wat je dan krijgt, dat zie je ook later in de discussie over het besluitvormingsmemorandum, dat dan een departement, als het niet kan halen, ergens anders het moet zoeken. Ja. Je kunt niet bij fraude, je kunt niet, als je de fraudedoelstelling niet haalt, wordt ook vorig jaar voorover gehad toen ik staatssecretaris was, kun je niet zeggen, we doen nog even snel een paar maatregelen extra, dat gaat niet. Dus als wat het Centraal Planbureau raamt, wat fraude zal, aanpak zal opleveren, niet geleverd wordt, en je weet dat al van tevoren, en Henk Kamp zegt dat ook ergens in de discussies, ik denk dat we dit heel moeilijk wordt te halen, dan zal een verstandig minister van Financiën zeggen, ja, oké, maar dan zul je toch breder in je departement moeten kijken, uit subsidies of uit apparaatskosten, dan moet je het ergens anders vandaan halen. Ja, maar u zegt, als die fraudeaanpak niet kan, 180 miljoen, en we realiseren ons dat als CPB dat een beetje theoretisch benadert, en we kijken in de praktijk wat die maatregelen opleveren, en we gaan er met een aantal mensen goed naar kijken, en het blijkt dan, 150, 160 te zijn, dan gaan we niet zeggen, we gaan dan toch ergens met meer fraude dat oplossen. En dat bedrag bij elkaar schrapen. Nee, het eerste wat je doet is natuurlijk, kan het wel? Dat zie je in deze mail. Dus hier wordt gekeken, kan het wel? En hier wordt gezegd vanuit SZW dat de fraude kinderopvang op basis van Inkomstenbelastingdienst wellicht wat laag is, lees ik in het mail. Dus dan is er gezegd, oké, dan zoeken we daar nog wat extra aan. Dus dat is hier gebeurd. Maar uiteindelijk zegt Kamp later in die discussie, ja, dat kan wel zo zijn, maar ik vind die 180 miljoen ingewikkeld. En dan zegt weer later de minister van Financiën, ja, oké, maar dan zul je toch ergens anders moeten zien te vinden. Ja. En zo gaat het, dat is ook logisch. Ja, bedoel, als het niet kan het niet, maar dan is het niet zo dat het ministerie of de hoek is. Hè? Ja. Alleen dan kan het op die titel niet. Dan gaat het niet uit de fraudebestrijding, maar dan moet je het ergens anders vandaan halen. Ja, ja, nou blijkt uit onze informatie dat het ministerie van Algemene Zaken stuurde op het behalen van de taakstelling. In een ministerraadadvies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Kamp, staat, en ik citeer, het is voor het ministerie van Financiën en het ministerie van Algemene Zaken essentieel dat met het wetsvoorstel de taakstelling van 180 miljoen gerealiseerd wordt. Dat is deze mail toch? Ja. Ja. Nou, is toch logisch? Kijk, als je begint met beleid. Ja, eerst heb je de formatie. Ik had nog geen vraag gesteld. Sorry. U heeft helemaal gelijk. Sorry. Mijn vraag is, waarom was dit nou zo belangrijk voor het ministerie van Algemene Zaken? Nogmaals, je probeert als Financiën en AZ samen natuurlijk die 18 miljard uiteindelijk wel boven tafel te tillen als kabinet als totaal. En dat is natuurlijk het eerste idee. Je hebt een regeerakkoord gemaakt, daar zitten ramingen op. Dus je gaat niet de eerste keer dat een vakdepartement, alle vakdepartementen doen dat. Die zeggen natuurlijk allemaal, ja, nou, dat kan wel het Centraal Planbureau beweerd hebben, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Onderwijs, VWS, waar dan ook. Dat heb ik nu al 13 jaar. Dat is logisch ook, want die zeggen, het zit anders. Nou, wat je dan vervolgens doet, natuurlijk eerst zeggen, nou, probeer het nou toch. Daar zie je deze mail over. En vervolgens brengt Henk Kampen naar het kabinet en die zegt, maar ik denk nog steeds dat het niet kan. Ja, dan zegt de minister van Financiën uiteindelijk, dan zul je het toch breed bij SZW moeten vinden. Zo hoort het ook. Maar nou lijkt het alsof daar staat dat met het wetsvoorstel de taakstelling. Waar staat dat dan? Het is voor het ministerie van Financiën en het ministerie van Algemene Zaken essentieel dat met het wetsvoorstel de taakstelling van 180 miljoen gerealiseerd wordt. Ja. Dat slaat dan op het wetsvoorstel. Ja, dat is op dat moment ook de discussie waarin zit. Als je toch meteen, als je de regeerakkoord maakt, en je spreekt af, je gaat bepaalde dingen doen, en er wordt een raming opgezet. En het ministerie zegt, ik kan die raming niet halen. Dan ga je toch eerst terugduwen. Hé, jongens, weet je dat zeker? En hier zegt toch ook SZW zelf in die mail, dat op basis van Inkomstenbelastingdienst die fraude kinderopvang misschien te laag is ingeschat. Dus dan ga je eerst daar zoeken. Dat is logisch. Nou had ik de indruk dat u aangaf, als het niet gehaald kan worden met fraudebestrijding, dan zoeken we het niet in meer fraudebestrijding. Mm-hmm. Nou lijkt het alsof hier staat, maar die fraudewet moet gewoon 180 miljoen. Het zijn stappen. Eerst begin je met een plan maken. Dat is je regeerakkoord. Daar staat in, dit gaan we allemaal doen, in dit geval op fraudebestrijding. Daarvan zeggen de rekenmeesters, daar zetten we dit bedrag op. Dan gaat het ministerie kijken, wat zit er allemaal onder? En die zeggen, nou dat halen we niet. Dan is de eerste reactie natuurlijk altijd vanuit Financiën, hoezo ga je dat niet halen? Want we hebben dat allemaal doorgerekend. Probeer het nou maar wel te halen. Dat is deze mail, dat is deze discussie. Mm-hmm. Vervolgens is de vakminister natuurlijk aan zet, dat is Henk Kamp. Die zegt in het kabinet, ik denk toch dat het niet gaat lukken. Dan zegt vervolgens de minister van Financiën, dus dan ben je in stap 2. Nou, als dat echt niet kan uit fraudebestrijding, dan zul je het ergens anders moeten vinden. Heeft u zelf nog met minister Kamp gesproken over de opbrengst? Nee, dat lijkt me
begrepen niet. Dat heb ik nergens terugvinden. En ook deze mail en deze discussie heb ik absoluut niet meegekregen. Dat zou me heel erg verbazen. Ik kom het ook niet tegen in de kabinetstukken. Behalve dus dat Kamp later, wat ik net zei, zegt die hele 180 miljoen is kwestieus. Nee, en voor de helderheid, het is een ministerraadadvies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is niet aan u gericht, ja. Maar het is wel een stuk wat binnen het ministerraad wordt besproken. Nee, dat heeft hij bij zich als annotatie. Ah, dat wordt niet gedeeld. Nee, alle ministers krijgen van hun adviseurs mee op de punten die voor dat vakdepartement relevant zijn. Dat zeker als het een eigen stuk is, maar ook als er stukken zijn van collega's waar zij mee te maken hebben. En overigens ook over de andere voorstellen die misschien niet raken aan het vakdepartement, krijgen natuurlijk suggesties mee wat ze daarover zouden kunnen zeggen. Maar uiteindelijk kiest de minister ervoor wat hij ermee doet. En ik begrijp deze annotatie die u voorleest, kan ik goed reconstrueren aan de hand van die mail. En die vind ik ook passend. Dus dit is ook een fase van het proces waarin het zo hoort te gaan, denk ik. Ja. Nou wordt een deel van de taakstelling gerealiseerd door fraudemaatregelen bij kinderopvangtoeslag. Deze taakstelling bij kinderopvangtoeslag wordt verhoogd van 10 naar 25 miljoen. Ja. Ondanks dat de Belastingdienst aangeeft niet meer dan 10 miljoen te kunnen ophalen. Dit gebeurt onder politieke druk van het ministerie van Financiën en het ministerie van Algemene Zaken. Waarom wil het ministerie van Algemene Zaken de taakstelling verhogen naar 25 miljoen? Nee, maar daar hebben we het net altijd over gehad. Dat is niet zo, er is geen politieke druk. Net of ik dan zei, je moet 25 miljoen. Dit is de fase waarin je bezig bent in het eerste jaar je regeerakkoord om te zetten in beleid. In die 18 miljard zit 180 miljoen begrote opbrengstfraude. Het ministerie zegt, we halen misschien 160. Dan is de eerste reactie vanuit Financiën, in dit geval helpt AZ mee, dat zal niet altijd zo zijn, maar waar handig wel, hè, dat kan per geval verschillen, zegt joh, doe nou toch je best. Dan zegt die ambtenaar van Sociale Zaken, ja, en overigens is die fraude kinderopslag, kinderopvang, is nu op basis van de Belastingdienst wellicht wat laag ingeschat, zo staat het in de mail. Dus ik neem aan, maar ja, daar gaan we ook samen nu zitten reconstrueren, dat ze toen hebben gedacht, misschien kun je wat hoger zetten. Vervolgens komt Henk Kamp naar het kabinet en die zegt, ik kan die hele 180 niet halen. Maar nou blijkt uit dat eigenlijk de Belastingdienst zegt, van ja, hoe we ook kijken bij kinderopvangtoeslag, we komen gewoon niet boven die 10 miljoen. En uiteindelijk wordt dat onder druk 25. Terwijl zeg maar de mensen die ermee bezig zijn en die het kunnen weten zeggen, het is gewoon niet mogelijk. Maar als dat zo zou zijn, dan zou je toch nooit meer bezuinigen. Als je meteen de eerste keer dat iemand terugduwt, dat je het niet doet. Uiteindelijk ga je natuurlijk altijd mee met de uitvoering. Dus je had moeten zeggen, oké, jullie hebben gelijk. Maar als het toch net zo kort naar de vorm van het kabinet een hele raming is geweest, wat die fraudebestrijding gaat opleveren, dan ga je toch niet bij de eerste bericht terug zeggen, oké, dan doen we 160. Want dan moet die 20 miljoen moet gevonden worden op onderwijs of op gezondheidszorg. Want het moet wel optellen naar de 18. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als het niet kan, dan kan dat niet. En zeker bij fraudebestrijding is het helemaal makkelijk. Want je kunt als die niet gehaald wordt, ook niet extra dingen doen. Ja, en toen ik tegen u zei, onder politieke druk, toen zei je, dat is geen politieke druk. Nee. Nee. Nou, want dit is een ambtenaar die zegt, hou je nou aan het regeerakkoord? Nee, ik kijk naar een document van Financiën. En daarin, ik citeer daaruit, de Belastingdienst heeft in het voorjaar een raming opgesteld van de fraudeopbrengst bij de kinderopvangtoeslag. Die bedroeg 10 miljoen per jaar. Er zit ook een documentje over in het archief, tussen aanhalingstekens. Waardoor de totale opbrengst van de taakstelling niet gehaald zou worden. Onder, tussen aanhalingstekens, politieke druk van ons, maar ook van AZ, heeft SZW toen de fraudeopbrengst bij de kinderopvangtoeslag verhoogd naar 25 miljoen. Structureel. Mm-hmm. Als dat goed is, heeft SZW dit afgestemd met gemeld aan de Belastingdienst. Dus het is niet zo dat... Ja, maar dat is toch, u kijkt nu naar die discussie vanuit één invalshoek. Maar als je die mail leest van die ambtenaar van nee, ik heb het over dit stuk waarin... Het is niet dat de commissie dat zegt, maar staat letterlijk onder politieke druk van ons, maar ook van AZ. Maar nou zit u midden in mijn werk. Hè? Dat is interessant. Ja. Now we're getting somewhere. Dat is natuurlijk precies mijn baan. Het kabinet begint. Enorme bezuinigingsopgave. Ja. De departementen denken nee, hè? Dus die gaan dat allemaal op rijtjes zetten, et cetera. Op heel veel punten zullen departementen in eerste instantie zeggen, dat gaat niet. Ja. Dan is natuurlijk niet de eerste reactie vanuit Financiën, oké, dan hoeft het niet. Nee. Dan ga je toch een beetje duwen. Je gaat kijken van wat kan er wel. Daarom vond ik ook interessant dat in deze mail stond dat die ambtenaar van Sociale Zaken zegt, de fraude op de kinderopvang is op basis van infobelastingdienst wellicht wat laag. Nou, wat waar is weet ik allemaal niet, ik lees het ook maar. Maar uiteindelijk is het zo dat het altijd politiek is. Dus Henk Kamp zegt niet voor niks later in het kabinet, jongens, die 180, dat gaat hem niet worden. En zo hoort het ook. Ja, dus als ik het goed begrijp, zegt u, het is logisch dat als we dat
nare onderzoeken bij de verschillende ministeries, dat mensen in eerste instantie aangeven dat dat niet te realiseren is, maar daarmee stopt het niet. Ik verzeker u dat in die tijd, denk ik, als wij nu zouden kijken, ja, op onderwijs, op wat dan ook, wat voor beleidsterrein dan ook, overal werd ze natuurlijk omgebogen en hervormd om die 18 miljard te halen. Ja. Dat je massief dit soort berichten, ja, zult zien, dat is niet mogelijk. Ja, dus dat zegt massief druk, in eerste instantie teruggeduwd zijn. Joh, we hebben het net gedaan, ja. Centraal Planbureau zegt, kan wel, ja, doe nou je best. Ja. Maar vervolgens geldt natuurlijk, als het niet kan, kan het niet. Ik bedoel, ja, weet je, wanneer komt dat moment? Wanneer komt dat moment, als het niet kan, kan het niet? Ja, dat zal bijvoorbeeld zijn als de opbrengst niet gehaald wordt, dat zou kunnen. En dan, maar dat is later. Ja, maar ja, dan zal dan zadel je misschien een ministerie op een onmogelijke taak. Nee, maar dan, ja, op dat specifieke titeltje. Ja, ja. Maar fraudebestrijding op sociale zaken is natuurlijk een heel klein terrein. Het grote terrein van sociale zaken is natuurlijk de tientallen miljarden die daar lopen via de grote stromen, uitkeringen en uitvoering, et cetera. Daar zitten, ja, de grote bedragen. Overigens gaf het Centraal Planbureau ook aan dat dat niet te realiseren was. Dus als belangrijk adviseur. Wacht even, het Centraal Planbureau zegt in deze mail zegt juist, die 180 miljoen hebben wij gegeven. En ook keuze en kaart zetten op 180 miljoen. Het Centraal Planbureau is wel degelijk dit begroot op 180 miljoen. Dat klopt niet wat u zei. Het gaat over onder druk. Onder enige druk. Dus ja, uiteindelijk... Goed, uiteindelijk het Centraal Planbureau. Maar dat is natuurlijk overal is discussie over. Het Centraal Planbureau is uiteindelijk degene die zegt dit kan. Overigens mag ik er één ding bij zeggen. Als je kijkt naar het onwaarschijnlijk grote drama met de kinderopvangtoeslag, is dat natuurlijk niet het verschil tussen 10 of 25 miljoen bezuinigen waar deze ellende uit voortkomt. Die komt natuurlijk voort uit... Ja, u heeft het ook uitvoerig deze week weer teruggezien bij de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen vanaf 2005, waardoor bij een kleine fout een alles of niets benadering was en mensen alles moesten terugbetalen, hele grote bedragen. Daar zit natuurlijk de oorzaak van het drama, niet of je 10 of 20 miljoen bezuinigt op een post van vele miljarden. Ja. Als die taakstelling verhoogd wordt van 10 naar 25 miljoen onder druk, ondanks dat de Belastingdienst aangeeft die 15 miljoen moeilijk te kunnen vinden, dan wordt die toch verhoogd naar die 25, gaf ik aan, structureel. Dan is dan het ministerie van Algemene Zaken nog betrokken geweest bij die invulling? Nee, maar ook hier, dit is ook één mail en zo zullen er vandaag meerdere zijn. Of ik weet niet precies vandaag, maar zeker bij de start van het kabinet. Zeker vanuit financiën naar departementen, maar ook als het gaat om het omzetten in de begrotingen en alle beleidsbepaling, dan gebeurt dat natuurlijk, dat je die, ja, discussies hebt. Maar het is niet zo dat AZ dat verder volgt. Nee, want je ziet ook eigenlijk dat ook die wetgeving daarover eigenlijk nooit in het kabinet besproken is verder. Of nauwelijks. En als ik u goed beluister, dan zegt u bij het ministerie van Financiën wordt gewoon netjes bijgehouden of dat gerealiseerd wordt. En dan wordt af en toe wordt dat gedeeld, dat komt af en toe ter sprake. Maar niet in het kabinet, maar als je de begroting opstelt, ga je natuurlijk kijken hoe liggen we op schema. Hè? Want die, ja, 180 miljoen, dat zie je ook ergens in een stuk, hè? Die bouwt op. Hè? Het is niet in één eerste jaar 180 miljoen, dat gaat een aantal jaren. Dus dat zal financiën ongetwijfeld allemaal bijhouden. En als blijkt dat dat niet haalbaar is, dan zal er een belletje afgaan. Hé, minister van het vakdepartement, wil ze vriendelijk zijn te kijken waar het dan vandaan haalt. Ja. We spraken er eerder over. Een van de invullingen van de fraudetaakstelling is het wetsvoorstel Wet aanscherping, handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, in de volksmond ook wel de fraudewet genoemd. En voordat de Tweede Kamer kan stemmen over de fraudewet, dan valt het eerste kabinet op 30 april 2012. Wat betekent de val van het kabinet nou voor de bezuinigingsopgave? Ja, op zich, een demissionair kabinet moet alles doen, vraagt de koning ons dan formeel, hè, wat nodig is. Dat betekent dat je het beleid... Zoveel mogelijk, dat doen we nu ook, hè? Dat je zoveel mogelijk probeert alles in goede baan te blijven leiden langs de lijnen die zijn uitgezet. En wat was nou uw rol bij de totstandkoming van het begrotingsakkoord voor 2013? Was ik niet bij betrokken, behalve op afstand als VVD'er, dat die onderhandeling deed Stef Blok. Okay. Wat betekende de val van uw eerste kabinet voor de ontwikkeling van het fraudebeleid in de sociale zekerheid? Niets, volgens mij. Want het tweede kabinet zet het allemaal zo voort en... De Partij van de Arbeid had zelfs nog een extra bezuinigingsdoel staan op fraude. Dus je ziet het ook nog een beetje aanscherpen. Omdat het wetsvoorstel voor de fraudewet niet controversieel wordt verklaard, stemt de Tweede Kamer op 5 juli 2012 over het wetsvoorstel. Ja. Het wetsvoorstel wordt aangenomen en op 12 september 2012 vinden de verkiezingen plaats. U bent vervolgens als onderhandelaar van de VVD betrokken bij de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Wat waren de standpunten van de beoogde coalitiepartner, de PvdA en de VVD, op het gebied van fraudebestrijding in de sociale zekerheid? Dat zit waarschijnlijk hier in de map, want ik heb dat niet aan mijn hoofd. Maar dat zou ik niet aan mijn hoofd weten. Ik denk bij de VVD ongeveer hetzelfde. De Partij van de Arbeid had dus een extra
Het bezuinigingsdoel had de VVD niet nog op staan. Die wil nog wat extra uit fraude halen. En verder zijn de twee partijen natuurlijk klassieke volkspartijen die allebei erg voor uitkeringen zijn, maar wel bij de mensen die er recht op hebben. Ja. Mensen die er recht op hebben. Ja. Welke rol speelde de net aangenomen fraudewet bij de onderhandelingen? Volgens mij niet. Wat je ziet is dat wat al in het eerste regeerakkoord staat, terugkeert bij het tweede regeerakkoord, namelijk het stopzetten van de bijstand met 3 maanden in geval van het niet voldoen aan de sollicitatieplicht. Maar dat is volgens mij het enige. En er wordt een belangrijke passage opgenomen over belang van privacy. En dus een versterking van de privacy en ook van het wat toen nog heet het CBP, zeg ik uit mijn hoofd. College van Bescherming Persoonsgegevens. Ja. Volgens de onderhandelaar van de partij, de heer Samson, die wij ook gehoord hebben, was er tussen de beoogde coalitiepartners weinig discussie over fraudebestrijding en sociale zekerheid. Is dat ook uw beleving? Ja. Ja, zeker. Nee, dat lijkt mij logisch. En, Verklaarde de heer Samson wel in zijn verhoor dat er een breuk was tussen het fraudebeleid van het kabinet Rutte 1 en het kabinet Rutte 2. Was dat ook uw beleving? Nee, en als je ook ziet, de Partij van de Arbeid steunt ook de motie uit 2011 van 21 maart. Die zegt keiharde aanpak bijstandsfraude. De Partij van de Arbeid steunt iets later in mei 2014 de motie die zegt de aanpak van fraude is ondermaats. De pakkans moet drastisch worden verhoogd. Dus mijn beeld is toch dat die grote middenpartijen daar ongeveer wel vergelijkbaar over dachten. Ja, ja, kennelijk zit dat bij de heer Samson nog anders in zijn hoofd. Uw tweede kabinet was voornemens om 30 miljard euro te bezuinigen. 18 miljard vanuit het beleid van uw eerste kabinet en zo'n 12 miljard uit het begrotingsakkoord 2013. In dit begrotingsakkoord, dat 3 dagen na de val van uw eerste kabinet werd gesloten, hebben de VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie afspraken vastgelegd over de begroting van 2013, zodat het begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% bleef. Hoe verliep de gesprekken met de Partij van de Arbeid over de financiële opgave en de hoogte van de bezuinigingen? Bij de formatie van het kabinet. Wat we toen gedaan hebben, herinner ik mij, is dat we vrij snel een akkoord hebben gesloten. Omdat in dat pakket van die partijen uit mei 2012. Dat was overigens nodig, omdat we dreigden echt iedere Europese afspraak rondom het begrotingsbeleid te gaan schenden. Daarom was het cruciaal dat het pakket er kwam. Maar goed, toen waren de verkiezingen en na die verkiezingen hebben we een akkoord gesloten, Partij van de Arbeid en VVD, nog tijdens de formatie, ja, om dat pakket uit mei weer op een aantal punten aan te passen. Ik weet, voor mijn partij was belangrijk de bezuiniging schrappen op de onbelaste reiskostenvergoeding. Daar stond ook, maar ik weet niet meer wat dat was, iets tegenover wat de Partij van de Arbeid belangrijk vond. Maar ja, zo ging dat en dat was nodig omdat we wisten, die formatie duurt, nou, uiteindelijk 5 weken was heel snel, maar het had natuurlijk ook langer kunnen duren. En dan zou je te laat zijn om nog die begroting 2013 aan te passen. Speelde de bezuinigingen nou ook nog een rol in de snelheid waarmee het regeerakkoord tot stand kwam? Nee, dat was niet nodig, omdat natuurlijk dat pakket er lag van 18 miljard. Dat was dus verdisconteerd in de begroting van 2013, mede via dat akkoord met ook een paar oppositiepartijen vanuit CDA en VVD van het vorige kabinet en een paar oppositiepartijen, niet de Partij van de Arbeid overigens. We hebben dat dus wel aangepast, zoals ik net schetste, op een paar politiek aangelegen punten, maar dat heeft niet geleid tot een hoger bezuinigingsbedrag. Het kabinet kwam er heel snel, ja, binnen 50 dagen als ik het me herinner. Dus mijn vraag was nou de staat van het land, namelijk die bezuinigingen. Was dat nou een reden om snel met elkaar tot overeenstemming te komen? Ja, het was een andere reden natuurlijk. Niet zozeer de bezuinigingen, want die liepen door. Maar wel, wat was de reden om zo snel met elkaar? Wat was de reden waarom zo snel? Politiek langzamerhand Nederland, ja, we zijn dat kunnen we ons niet meer voorstellen. We hadden een werkloosheid die dreigt op te lopen naar 1 miljoen. Dat is niet meer voor te stellen. We hadden een begrotingstekort wat verder opliep. We stonden er heel slecht voor, wat ik net zei. We zaten serieus in een risico dat langere termijn wij niet meer in staat zouden zijn als land om de grote inkomensoverdrachten via sociale zekerheid en gezondheidszorg, maar ook het onderwijs te financieren. Ja. Dus er was groot belang en er was ook natuurlijk inmiddels een sfeer in de samenleving van jongens, schiet op. Deze twee partijen zijn zo groot allebei, er is niks anders te bouwen aan het kabinet. Doe het dan ook snel. Zo voelden we dat. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja. Media 2013 wordt
U de baas van de ministeriële commissie fraudebestrijding. En die wordt dan ook ingesteld. En u was dus ook in hoedanigheid als minister-president voorzitter van deze commissie. Een van de doelstellingen van de ministeriële commissie fraudebestrijding was om te komen tot een rijksbrede aanpak van fraude met publieke middelen. Waarom vond u dat er een rijksbrede fraudeaanpak nodig was? Dat vonden we, ik ook. En dat had ook alles te maken met überhaupt de situatie met fraude. Dat was natuurlijk de tijd waarin die motie uit 2011 te lag over de keiharde aanpak van de bijstandsfraude, maar ook in de Kamer veel breder leefde een gevoel van de fraudebestrijding hapert. Dat is nog eens wat ik net zei, bevestigd in 2014. Maar dit was natuurlijk direct aansluitend tot de Bulgarenfraude. Dus dat was natuurlijk wel een hele directe aanleiding. Ja, dus dat was de aanleiding. De ministeriële commissie wordt niet altijd opgesteld. We hebben het ook in het begin over gehad. Je hebt natuurlijk gewoon departementen en ministers die hun eigen vak hebben. Ja. Als er problemen zijn, en dan kun je besluiten om een ministeriële commissie in te stellen. Wat voegt zo'n ministeriële commissie toe? Wat voegt het toe? Waarom is dat belangrijk? Ja, ik zei er eerder kort iets over, iets uitgebreider. Dat zijn eigenlijk twee dingen die toevoegt. Eén, wat ik er prettig aan vind, is dat de ambtenaren bij zijn. Oké. Okay. En dat is toch goed, omdat soms voor de discussie het enorm helpt om ook die input te krijgen. Maar veel belangrijker nog dan dat. Mag ik hier heel even bij stilstaan? Want een minister heeft toch ook altijd zijn ambtenaren bij zich als het gaat over discussiepunten of zaken die voorbereid worden naar de Kamer. Wat maakt het dan anders? Dit is een ministerraad. Het is eigenlijk een soort ministerraad, maar dan geen ministerraad met ambtenaren erbij. Sorry, nee, dat is het ook niet. Ik maak me ingewikkeld. De ministerraad op vrijdag is zonder ambtenaren. Mm-hmm. En op dinsdag heb je de vaste onderraden. Dat zijn vaste groepjes ministers die punten voorbereiden voor de ministerraad voor vrijdag. Dat kan zijn over bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met het publiek domein of alles wat te maken heeft met sociale zekerheid. Daarnaast heb je dus ministeriële commissies en die kijken ook met een vast groepje ministers. Overigens, iedereen mag daarbij aanschuiven die dat wil, maar je hebt een vaste kerngroep die er, waarvan je hoopt dat ze er altijd zijn. En die kijken naar één aspect. Bijvoorbeeld, we hebben dat gehad na MH17, de verschrikkelijke ramp met MH17. Ik wil even blijven bij fraude, want ik weet niet of u de tendentie heeft om hier nog uren te zitten. Als dat niet het geval is, dan gaat u mij helpen om... Maar dit is de achtergrond. Dus die mensen... Ja, maar ik begrijp het toch nog niet helemaal. Want ministeriële in principe hebben natuurlijk voor de onderraden, bereiden ambtenaren dat voor. Dat nemen dan de ministers of de staatssecretarissen dat mee. Ja. En dan kunnen ze dat inbrengen. Maar wat maakt dat nou zo bijzonder, zo'n ministeriële commissie waar meerdere ministers bij elkaar zitten, plus die ambtenaren? Wat maakt dat nou? Waarom is dat nou zo nodig? Laat ik het dan zien in de hand van wat we daar deden. He, er zijn twee dingen volgens mij die daar concreet gebeurden. Eén is het dus zo, omdat al die ministers daar zitten die er meest bij betrokken zijn, kun je door de beleidsdepartementen heen kun je kijken wat is er nodig. Dat is voordeel één. Ambtenaren erbij is ook een voordeel. En je ziet al terug dat bijvoorbeeld in die club gepraat is over die rijksbrede aanpak fraude. Dus dat stuk is daar besproken en opgesteld. Het tweede is dat ook in die club gepraat is over wat helaas nog steeds niet door de Eerste Kamer is, de kaderwet gegevensuitwisseling. Dat zijn discussies die dan in die club plaatsvinden. Waarom is dat aantrekkelijk? Als je dat allemaal op vrijdag in de ministerraad zou moeten doen, dan heb je het risico dat er 3/4 van de ministers gapend bij zit, omdat ze zo'n afstand hebben tot dat onderwerp. Plus die ambtenaren niet, plus dat je heel gericht dit kunt voorbereiden. Dus daarom is het, en dat is nooit met een mesje te snijden, maar is het soms aantrekkelijk om de meest betrokken bewindslieden bij elkaar te zetten. Ja, maar daar heb je ook de onderraden voor. Dus wat maakt zo'n ministeriële commissie dan meer bijzonder? En u dan ook nog een keer die ervoor kiest als minister-president, die het ongelooflijk druk heeft om te zeggen, ik ga daar ook nog een keer voorzitter van worden. Ik ben zelf voorzitter van alle onderraden ministeriële commissie, dat is standaard. Dus dat is niet een speciaal iets dat ik dat zo graag wilde. Maar dat is gewoon de standaardprocedure dat de premier daar voorzitter van is. Omdat hij ook op vrijdag de ministerraad leidt en dus ook de conclusies van al die onderraden en ministeriële commissies daar moet behandelen. Okay. Maar de onderraad is wat anders. Bij de onderraden bespreek je al die wetgeving die vrijdag ook door de ministerraad moet, om te voorkomen dat je dat allemaal op vrijdag moet doen. Ja. Maar één aspect wat dieper uitwerken, zoals in dit geval die rijksbrede aanpak en ook zo'n kaderwet, dan is het echt aantrekkelijk. En ik vond het hier ook echt een meerwaarde hebben. Dat moet je niet te lang doen. Een paar jaar is zat, hè. Dan moet je ook klaar zijn, dan moet je ook stoppen. Moet ook geen studieclubje worden. Maar het heeft echt meerwaarde om eens even dan wat langer bij elkaar te zitten. En de maatschappelijke onvrede over die Bulgarenfraude was natuurlijk massief. Dat begrijp ik. Maar ik dat speelt ook mee. Maar hier, dat mag natuurlijk ook niet de reden zijn dat je het gaat doen. Je gaat niet vanwege maatschappelijke druk een commissie opzetten. U hoeft niet eindeloos dingen te speculeren of waarom het belangrijk geweest is. Nou, ik vraag aan u, waarom is het belangrijk? Ja, dit is de reden. Blijkbaar was de Bulgarenfraude genoeg aanleiding om dat in te stellen. Niet de oorzaak, wel de aanleiding. Ja. De aanleiding.
U zegt, ik word wel vaker voorzitter van zulke soort gremia. Altijd. Maar in dit geval was je ook echt voorzitter of liet u het dan ook over een andere? Als ik in Nederland ben, ben wel eens op dinsdag, maar dat is natuurlijk het buitenland, dat gaat niet. Maar meestal die vergadering op dinsdag, dan zit ik die onderraad zoals gisterochtend. Okay. De hele ochtend hebben we 5 onderraden gehad in ministeriële commissies. Ja, dan zit ik ze allemaal voor zelf. Ja. Was er ook bij de instelling bedacht wanneer het genoeg was? Want u zei, ja, dat moet je niet oneindig doen. Is er een soort doel afgesproken wat jullie wilden bereiken? En ik weet niet, wie zat er eigenlijk allemaal in? Welke ministers? Dat heb ik nu niet nagekeken. Maar in ieder geval justitie ongetwijfeld. En ik denk VWS, omdat daar natuurlijk dingen spelen. Het lijkt mij uiteraard sociale zaken, financiën. Ikzelf denk dat die er zeker in zaten. En Belastingdienst, ja. Je vergeet alleen de minister van BZK, maar het is geen... Ik denk redelijk compleet. Ja. Precies. Maar die zaten er dus bij. En werd er vooraf afgesproken, als we dit doel hebben bereikt, dan kunnen we die ministeriële commissie weer opheffen. Ja, wat ik terugvind is dat we toen hebben gezegd, laten we eens kijken of we die coördinatie in het kabinet kunnen versterken. De coördinatie op het gebied van? Van de schadebestrijding. Mm-hmm. En dat is natuurlijk domeinoverstijgend. Het ging niet alleen over sociale zekerheidsfraude, maar ook veel breder. Dus die kaderwet gegevensuitwisseling bijvoorbeeld ging helemaal niet over de sociale zekerheid uiteindelijk. Maar die is daar wel uitvoerig behandeld natuurlijk. Dat zie je ook terug in die verslagen. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor die rijksbrede aanpak fraude. Dus dan kun je op die manier in een soort samenhang dat soort dingen bespreken. En dat is nuttig. Ja. Dat is nuttig. U heeft het nu een paar keer genoemd, die kaderwet gegevensuitwisseling. Wat was dat toen? Dat was de kaderwet gegevensuitwisseling. Dat is een wet die bedoeld was om de gegevensuitwisseling tussen allerlei samenwerkingsverbanden makkelijker te maken. En als we het in gewone mensentaal doen? Nou, je hebt allerlei... uiteindelijk was de ambitie veel groter, maar is het eigenlijk teruggebracht tot nog maar 4 samenwerksverbanden. Het Financieel Expertisecentrum is zo'n samenwerksverband. De infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen. De zorg- en veiligheidshuizen, dat zijn samenwerksverbanden. En een vierde waar het nu nog voor geldt, is de regionale informatie- en expertisecentra. Ja. En die centra, die centra, wat doen die? Dat zou ik niet meer weten, maar dat was toen iets heel belangrijks. Ik denk dat het nog steeds is. De RIEC, de regionale informatie- en expertisecentrum. Ja. Voor die 4, maar dat staat buiten sociale zekerheid uiteindelijk. Ja. Aanvankelijk was ook de bedoeling om te kijken naar de sociale zekerheid. Maar dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. En die wet is daar in eerste instantie besproken. En uiteindelijk ligt die nog in de Eerste Kamer. Ja, dat klinkt logisch, want dan heb je dus al die verschillende bewindspersonen aan tafel. En het ging dan ook over gegevens uitwisselen tussen verschillende lagen, dus Precies. Ik kan me voorstellen de gemeentes, het Rijk, de provincie, verschillende ministeries, waarin dus verschillende data eigenlijk besproken werd over hoe dat dan met elkaar uitgewisseld kon worden en wat het voordeel van was. Zeg ik dat zo goed? Ja, okay. Ik kan me daarin vinden. We hebben het vaak ook gehad tijdens deze verhoren over een definitie van fraude en we willen u ook in de gelegenheid stellen hoe uw definitie van fraude toen luidde. Ja, ik heb dat ook. Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een beetje in de staart zit van de gesprekken. Ja. Dus ik heb dat natuurlijk kunnen voorbereiden. Maar dat is best een rotvraag. Het lijkt zo simpel. Hè? Wat is fraude? En dan denk je, nou, dat weet toch iedereen. En daarom vond ik hem verstandig om die vraag te stellen. En dat heb ik ook met het team met wie ik de voorbereiding heb gedaan over nagedacht. Uiteindelijk, voor mij is dat toch, is echt fraude de boel flessen. Dat betekent dus dat je bewust en dan niet of onvolledig of onjuist gegevens verstrekt. En bij uitkeringsfraude is dat dus specifiek, hè, de sociale zekerheid. Als je een uitkering krijgt terwijl je bijvoorbeeld betaald werkt of een levenssituatie hebt waarin je er helemaal geen recht meer op hebt. Of denk aan de bijstand, een vermogen hebt of bezittingen waardoor je er helemaal geen recht op hebt. Dan is het fraude, CQ uitkeringsfraude. En dat onderscheid ik wel, ook vanwege alle discussies die we natuurlijk gehad een paar geleden, sinds 2019, over drama met de kinderopvangtoeslag. En dat hele verschrikkelijke schandaal, waarbij heel vaak sprake is van een klein foutje. Ik beloof u, we gaan het daarover hebben, want ik merk dat u daar snel naartoe wil en daar gaan we komen. Als u nog even met mij terug wil, ik heb het nu specifiek over 2013... Toen werd er zo'n commissie fraudebestrijding. Voor ons is het heel interessant om te weten of er een eenduidige definitie was over wat fraude was. Dat zou ik niet. Dat zou ik moeten nakijken. Dat heb ik nu niet voorbereid. Nee, dat weet ik. Nee. Kan u nog wel een beetje helpen bij de POK? Formuleerde het destijds als mensen die willens en wetens proberen om geld bij de overheid los te peuteren waar ze geen recht op hebben. Ja, de zaakfles. Ja, precies. Ja, dat is een nieuwe vorm van definitie. Ja, een kortere samenvatting. Ja, precies. Ja. Ja. In hoeverre is het over gebruik van het begrip fraude, maar ook de begrippen misbruik, oneigenlijk gebruik, een discussie gevoerd?
Dat kan ik nu niet terugvinden in het verslag. Ik heb ze nog eens doorgebladerd, maar dat kom ik daar niet in tegen. Dat het zo uitgebreid besproken is. Ik denk dat er op zich wel een soort aanname is dat we wel met elkaar weten dat fraude fraude is. En, ja. Met de kennis die u nu heeft, denkt u dat het belangrijk is dat er één gedeelde definitie van wat fraude is? Nou ja, het heeft meer waarde, maar ik weet niet of daar nou alles op hangt. Dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg aan u met de kennis die we nu hebben, in welke mate het verstandig is om een eenduidige definitie te hebben van fraude. We hebben hier rechters gehad, we hebben hier ambtenaren gehad, we hebben bewindspersonen gehad. Maar de kennis van nu bedoelt u? Ja, sorry. Ja, ja. Ja, ja. Ik weet inmiddels vreselijk veel meer. Ja, ja. Ja, zeker. Waarom is het belangrijk om één gedeelde definitie van fraude te hebben? Weet je, ik heb natuurlijk altijd geleerd als historicus dat de vraagstelling in je stuk is cruciaal voor waar je naartoe werkt. Dus dat helpt natuurlijk enorm. Kunt u die nog een keer opnieuw doen, maar dan op een manier dat ik hem ook begrijp? Waarom is het belangrijk? De vraagstelling, en dus als je zegt je wilt als commissie in dit geval, de ministeriële commissie in het kabinet, kijken naar wat kun je nou tussen de departementen onderling achterhalen van wat er gebeurt op het terrein van de fraudebestrijding, dan helpt het natuurlijk ook. Met de kennis van nu inderdaad, omdat we natuurlijk sinds 2019 in volle omvang het drama kennen met de kinderopvangtoeslag, is dat natuurlijk uitermate nuttig. Welke rol speelden signalen over fraudegerelateerde zaken afkomstig van derden en rapporten van adviesorganen bij de rijksbrede aanpak van de ministeriële commissie fraudebestrijding? Nou, niet in die commissie, want die commissie vergaat een aantal keer en dat is dan een half uur of drie kwartier. Maar dat is natuurlijk wel ongetwijfeld bij de vakdepartementen in de voorbereiding. Hè? Dus als justitie bezig is om te komen tot dat stuk over de rijksbrede aanpak van fraude, dan zal dat, neem ik aan, maar dat kan ik niet helemaal... Als u het niet weet, dan weet u het niet. We gaan niet speculeren. Dat zit bij justitie dan, ja. Bij de vakdepartementen zou dat normaal gesproken zo moeten gebeuren. Dat lijkt me ook dat dat hier gebeurd is. Die hebben alle input vanuit hun beleidsdirecties en die hebben natuurlijk weer hun contacten met alle deskundigen. Ja. Vond u dat belangrijk ook, dat zulke soort adviesrapporten er dan lagen? Of weet u dat niet meer precies? Ja, dat is natuurlijk bij alle beleid zo, dat je probeert natuurlijk altijd je rijk te informeren. Ja. De ministeriële commissie fraudebestrijding vraagt aan de ministeries om met initiatieven te komen om integraal fraude te bestrijden. Op welke wijze werd bepaald welke departementale initiatieven, dus eigenlijk ministeries, werden uitgevoerd? Nou, dan bedoelt u dat we spraken over... Wie dan welk ministerie iets wat ging aanleveren? Was het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat Binnenlandse Zaken juist iets aanleveren? U gaf net iets aan over die kaderwetgegevensuitwisseling. Of werd er dan gezegd... Nee, ik heb al die verslagen teruggelezen, maar dit is 10 jaar geleden. Dat zou, wat je terugziet, zijn de producten die we daar bespraken. Ik kan niet meer helemaal die vergaderingen nu reconstrueren. Nee, dat is ook niet wat ik aan u vroeg, maar wel de producten. Want dat zegt ook iets over vanuit welke departementen of ministeries werd het belangrijk geacht dat die documenten op tafel lagen. Drie producten, denk ik, relevant. Eén is dus die integrale aanpak fraude. Een tweede is de discussie over die kaderwet. En een derde was een discussie over, als je fraude bestrijdt, waar komt de opbrengst terecht? Hoe zorg je ervoor dat dan ook bijvoorbeeld Bulgare fraude was natuurlijk een adresfraude in de kern. Dat als je dus iets doet in de sfeer van de basisregistratie, onze adressen, dat heet nu anders, maar in ieder geval waar staat waar we wonen. GBA. Ja, het GBA heet nu anders, dacht ik. Oh, maar gemeentelijke basisadministratie, ik dacht dat het anders heet. Is het natuurlijk prettig dat die opbrengst dan ook bij in dit geval bij Binnenlandse Zaken of als het gaat om de kinderopvangtoeslag of andere toeslagen bij de departementen terechtkomt waar die toeslagen onder vallen. Dus dat was ook zo'n discussie die we hadden. Dat is ook heel verstandig, dus daar keek je naar. Maar dat is niet zo dat we dat daar allemaal in detail gingen uitwerken. Dat is dan verder oké, dit is een goede aanpak. Maar dan gaat het ook verder natuurlijk weer naar financiën terug en naar de vakdepartementen van... Hoe kun je in de praktijk met die lessen dan werken bij volgende begrotingen? Ja, nee, precies. Ik vroeg gewoon inderdaad welke departementen en welke initiatieven dan werden uitgevoerd. Zei u nou ook integrale fraudebestrijding? Maar was dat nou in de sociale zekerheid? Want eerder gaf je volgens mij aan voor de sociale zekerheid hadden we uiteindelijk weinig aandacht. Nee, dat was voor de kaderwet. Die gaat uiteindelijk niet over de sociale zekerheid. De commissie wel. De commissie gaat ook over de sociale zekerheid en andere dingen, maar zeker ook sociale zekerheid. Maar de kaderwet die begon wel ook als ook sociale zekerheid. Maar als je ziet wat nu in de Eerste Kamer ligt, is die wel gekomen. Hoezo begon die kaderwet als iets binnen de sociale zekerheid? Waarom was dat? Nou, ook sociale zekerheid. Je kijkt natuurlijk ook daar dwars doorsnijdend. En je had bijvoorbeeld apart nog die wet die in het landelijk netwerk van interventieteams... probeerde om daar de gegevensdeling goed te regelen. Dat is die zogenaamde Siri-wet.
Die hebben we ook nog gehad. Dat staat helemaal los van. Staat ook los van die commissie. Maar in dat licht kijk je natuurlijk naar wat kun je nog doen om bijvoorbeeld te voorkomen dat op voorhand al wordt gezegd, wij kunnen die gegevens niet delen. Want bescherming persoonsgegevens. Ja, bescherming persoonsgegevens. Maar wat moeten we dan wel met elkaar doen om gegevens te kunnen delen? Dat zijn van die dingen die we in de kaderwetdiscussie bespraken. Nou, die is inmiddels dus door de Tweede Kamer, maar niet de Eerste Kamer. En het was natuurlijk ook wel iets, we hebben u eerder gehad als staatssecretaris, wat u toen natuurlijk ook al bezig hield met de oprichting van het inlichtingenbureau. Klopt. Risicogestuurd werken, hoe kun je nou informatie bij elkaar brengen? Dus dit was eigenlijk een opvolging en dat dan bijna 10 jaar later in die discussie daarover. Mag ik het formuleren? Ik zou zo, ik maak hem ingewikkeld. Je hebt eigenlijk twee wetten. Jullie hebben ze ook aan mij gevraagd die voor te bereiden, die toch apart zijn, maar natuurlijk wel op elkaar lijken. Je hebt de wet aanpak fraude door bestandskoppelingen. Wat kortweg de Siri-wet is gaan noemen, die is zonder enige discussie, ministerraad, Tweede Kamer, et cetera, hamerstuk, overal doorheen gegaan. En dat was om ervoor te zorgen dat je wettelijk verankert wat ten behoeve van het systeem risico-indicatie, dat is dat Siri-systeem, nou, heel verhaal op techniek, dat is dat deel. En dat gaat dus over bestandskoppelingen. Die wetsgegevensuitwisseling, die ging veel breder. En die kon in principe ook raken aan de sociale zekerheid. Maar uiteindelijk, in alle discussies, is er gezegd, er zijn maar 4 van die samenwerkingsverbanden die ik net noemde, waarvan we samen ook even zochten wat precies dat RIEK, ik hoop niet dat alle mensen nu kijken die zwaar beledigd zijn, dat we hier niet weten wat het RIEK doet, of ik het even niet weet, maar dat het zich beperkt tot die 4 samenwerkingsverbanden waar dus niet de sociale zekerheid onder valt. Ja, helder. Ik geef het woord aan de heer Arsekan. Oh, nee, nog 1 vraag vergeten. Nou. Wat heeft u uiteindelijk bereikt met de ministeriële commissie fraudebestrijding? Nogmaals, ik denk dat het die discussie over die kaderwet is daar concreet uitgekomen. 2, die integrale aanpak, hè, dus die, dat stuk, of die rijksbrede aanpak fraude, is denk ik een belangrijk stuk werk geweest. Je ziet in die discussie ook iedere keer terugkomen het belang van, ja, er zijn ook kleine foutjes, ja, die ga je anders behandelen, hè, dan de echte fraude. En een derde is, wat ik net zei, hoe kun je ervoor zorgen dat je, en dat is niet taakstellend, maar dat de baten ook terechtkomen bij het departement waar de fraude wordt opgelost. Ja. En dat het niet ergens allemaal eindigt bij financiën. Ja, u heeft dat een beetje beschreven, maar mijn vraag was natuurlijk wat u bereikt heeft met die commissie. Ja, maar een ministeriële commissie, dan moet ik een misstand wegnemen, is niet bedoeld om een soort nieuwe status of een soort endstate te creëren. Je praat met elkaar in een kabinet, dwars door alle departementen heen, over een ingewikkeld vraagstuk. Ja. In dit geval gaat het dus echt, waar komen baten terecht van fraudebestrijding? Hoe zorg je ervoor dat je de bestanden kunt koppelen op een manier dat ook de privacy geborgd is? En 3, hoe zorg je ervoor dat het beleid ook zo wordt vormgegeven dat je het met de Kamer kunt bespreken? En dat zijn 3, ik vind dat 3 belangrijke opbrengsten. En daarmee helpt die commissie ook zin, denk ik. Oké, helder. Ik geef het woord nu echt aan de heer Arsekan. Dank, voorzitter. Meneer Rutte, ik wil het met u hebben over een aantal inhoudelijke ontwikkelingen binnen het fraudebeleid in de sociale zekerheid en toeslagen die onder uw kabinet hebben plaatsgevonden. Uit een aantal verhoren blijkt dat er een harde fraudeaanpak ontstond die een brede groep burgers raakte omdat ze een foutje maakten. Zo deelde de heer Bruins ons mee, en ik citeer, als de burger iets fout doet, blijft dat niet zonder consequentie. Zeker bij die aangescherpte fraudewet is er dan sprake van, in mijn woorden, lik op stuk beleid. Dat voelt natuurlijk heel onprettig en ook heel onrechtvaardig. De commissie heeft u in deze enquête eerder openbaar gehoord over uw rol als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende 1 en 2. Toen zei u dat u ten aanzien van de informatie die u destijds had over de omvang van de fraudeproblematiek in de sociale zekerheid en de noodzaak om fraude te bestrijden, gaf u als antwoord, en ik citeer, niets anders dan anekdotisch. Er was natuurlijk in de media veel aandacht voor. Het was een groot onderwerp in de Kamer, in debatten en ook in de kranten. In hoeverre was fraude in de sociale zekerheid ten tijde van uw eerste kabinet een groot probleem? Nou, het was nogmaals, je ziet, ik heb er eerder naar gewezen, hè, dat in het stuk wat de minister van Sociale Zaken maakt in 2011 is dat over de fraudeaanpak citeert hij de stukken uit de integrale rapportage handhaving uit 2009. En dan zie je 89.000 gevallen van uitkeringsfraude, 132 miljoen. En dan praat je alleen over geconstateerde overtredingen. Dus niet wat buiten het zicht plaatsvindt. Dus de daadwerkelijke fraude is hoger. Ja, dat is een probleem. Als je praat over draagvlak en de sociale zekerheid, moet je dat aanpakken. Maar dat is fraude. En ja, wat maakt u uit op uit het rapport Donner dat om fraude ging?
Nou, hij zegt de geconstateerde uitzeringsschade was in 2009 toegenomen tot 132 miljoen. En dat, pakt ook Kamp ook op in zijn stuk. Ja. Nou lijkt het, als er in het rapport staat, dat als het gaat om het niet naleven van de inlichtingenplicht, dat stelt u dat dan gelijk aan fraude, het niet naleven van de inlichtingenplicht? Dat kan fraude zijn, als je dus niet informeert dat je U noemde net een getal van, en ik zie 2008 was het 96.000, in 2009 89.000 en in 2010 81.000 gevallen. Dat lijkt toch op een afname? Ja, maar het is wel heel veel. Nee, maar... En dat is de, ja, nee, dat is wel heel veel, maar toch... Gedachte, dat is natuurlijk heel veel. En dan kan het één jaar wat minder zijn. Je praat over geconstateerde overtredingen. En dat kan fraude zijn. Dat weet je natuurlijk niet precies. Het kan ook zijn, iemand heeft... dus het kan serieus zijn dat je zegt, ik heb wel een vermogen, dat geef ik niet op. Ik ben gaan werken en ik heb toch nog een bijstandsuitkering of een WW-uitkering. Maar we stellen met elkaar vast dat dit gaat om gevallen waarin de inlichtingenplicht niet nageleefd werd. Wat we niet weten is of dat per ongeluk was. Zeker. Weet u niet de mate waarin. Dat klopt. Ja, omdat u zei, u spreekt dan meteen over fraude, heeft u het over. Als we kijken naar wat verder in het rapport staat, dan staat daar dat het SIOD zelf 1,3 miljoen aan uitkeringsfraude heeft opgespoord als opsporingsdienst. 1,3 miljoen. Ja, maar dus die gevallen die daarin staan, dat betreft de inlichtingenplicht, daarvan hebben de heer Bruins ook horen zeggen, ja, dat was eigenlijk bij 47% van de mensen in het eerste jaar dat die fraudewet er was, waren dat eigenlijk hele kleine overtredingen. En die mensen die kregen minimumboete opgelegd. Nou, we hebben twee discussies. Vind je toch vreemd? Ik ga hem even proberen van mijn kant te belichten. Het SIOD overigens kijkt natuurlijk naar hele grote fraudegevallen. Kijkt niet, dus waar echt sprake is ook van bijvoorbeeld werkgevers die, laten we zeggen, illegale arbeid, et cetera. Dat is echt van de andere orde. Ook dat zit overigens in de fraudeaanpak van het kabinet. Maar is, dacht ik, niet waar de verhoren de afgelopen weken in bijzonder over gingen. Die gaan echt over, althans is mijn waarneming van wat jullie doen, op hoe het bij de burger uitkomt. Ja. Als je dan volgens kijkt bij 47%, dat betekent dus, ja, sorry, dat er nog steeds sprake is van serieuze fraudegevallen bij, wat is het, 40.000, 45.000 mensen. Ja, nee, dat is veel. Dat is niet zo. En als u mij nou vraagt, wat speelde er op dat moment? Dit speelde er. Even los van de maatschappelijke druk en alle kamermoties, maar ik vind een kabinet mag daar ook een beetje van abstraheren. Nee, dat klopt. Maar u bent het met mij eens dat als het in 2008 96.000 gevallen is van die overtreding van de inlichtingenplicht, in 2009 89.000 en in 2010 81.000. Dat zijn veel gevallen van het overtreden van de inlichtingenplicht. Dat is niet per se fraude allemaal. Nee. In heel veel gevallen ook niet. Maar in heel veel gevallen ook wel, sorry. Nee, ja. maar het is wel afname, toch? In absolute zin. Dat is toch irrelevant? Het is toch geconstateerd? Nee, dit vind ik echt gek. Dan ga ik het echt verdedigen. Kijk, als iemand een klein foutje maakt, en dat is het drama met de kinderopvangtoeslag, dan is het natuurlijk idioot om iemand daarvoor kapot te maken. Als iemand serieus een bijstandsuitkering heeft, terwijl die gewoon veel te veel geld heeft of een baan daarnaast heeft, dan mag je toch als overheid zeggen, jongens, ik wil gewoon mijn geld terug. Ja. Dat is belastinggeld, wat naar u en mij, opgehaald dat voor iemand die er geen recht op heeft. En meneer Rutte, dat zijn toch serieuze aantallen? Maar ik denk dat er niemand in Nederland zal zijn die zal zeggen, als mensen willen ze weten, is fraude met geld van de samenleving, dan willen we dat terughalen. Dat is denk ik ook niet discussie die we met elkaar moeten voeren. Ik probeer gewoon vast te stellen wat de onderbouwing is van dat beleid. Als ik kijk naar wat de heer Kamp daarover zei in het verhoor, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in uw eerste kabinet, toen hij werd bijgesproken over de hoge nalevingspercentages, dat is dat deel van de burgers wat uit zichzelf gewoon de goede dingen doet en de wet naleeft, dan zat dat tussen de 90% en de 96%. Dus dat waren de ambtenaren die bij hem op het departement kwamen en hem informeren. Dat waren, zoals een van de mensen zei die verhoord hebben, dat waren de beste cijfers die wij hadden. En in reactie daarop zei de heer Kamp, en ik citeer, volgens het beeld van de ambtenaren zou het geval zijn, dat is in strijd met wat er in het land leeft. Daar is dus het idee, volgens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat daar veel meer gefraudeerd wordt. Vond u het nou een goed idee dat dat beleid werd gebaseerd op wat er in het land leeft? Ja, maar en nogmaals, de Kamp citeert zelf het rapport Donner uit 2009. Dus had ik een sterke antwoord gevonden. Maar dat zijn deze cijfers die ik noem. En dat is waarom we mede, ook naast natuurlijk alle maatschappelijke discussie en de Kamermotie toch even, meneer Rutte, ik onderbreek u even als mij toestaat. Tuurlijk. De heer Kamp krijgt op zijn kamer de ambtenaren die gaan over de cijfers. En die komen met cijfers over het niet naleven en fraude, et cetera. En dan is het antwoord van de heer Kamp, ja,
mijn gevoel en wat ik in het land hoor, zegt dat dat twee keer zoveel zou moeten zijn. Dan zegt de ambtenaar, ja, dan houdt het een beetje op. Ja, dan is dat de waarheid. Ja, maar u vraagt u mij te reflecteren op kamp. Ik kan alleen maar zeggen wat volgens mij... Ik vraag u te reflecteren op het feit dat er beleid wordt gemaakt gebaseerd op de aanname dat in het land het anders is dan wat de ambtenaren zeggen. Maar dat is dus ook niet, dat is misschien ook voor Kamp, als ik zijn voorbeluisteren, een overweging geweest, maar daar kan ik niet intreden. Ja. Ik kan nu alleen maar zeggen wat uiteindelijk ook hij zelf aan de Kamer schrijft. Ja. En daar schrijft hij ook wel degelijk de cijfers die ik ook net bespreek met u. Ja, en voor de duidelijkheid, dat zijn de cijfers die je noemde, als het gaat over die groep wat afneemt van 96 naar rond de 80.000, wat heel veel gevallen zijn, dat gaat over het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Ja, dit blijf ik toch een bizarre redenering vinden, want als er nou toch 80.000 gevallen zijn, waarvan een deel ongetwijfeld kleine foutjes zijn. En dat is een hele andere discussie. Heeft u nadere informatie gepoogd te halen om dan het onderscheid te kunnen maken tussen wat daar nou echt fraude aan is en wat niet? Nee, dat heb ik niet. Dat maar was niet dat doen. Verstandig geweest in het kader van beleid wel. Maken? Maar je mag het toch vanuit... Er volgde een hele harde fraudewet. Nou, dat wil ik het nog wel eens over hebben, of die nou zo hard was. Dat komt zo. We gaan het zo over hebben. Ja. In ieder geval was er alle reden om aan te passen. Er is geen discussie over, dat is ook gelukkig gebeurd. Ja. Maar ik vind wel degelijk dat met dit soort cijfers, en dan heb ik het nog even los van de maatschappelijke context, waar Kamp het ook over heeft, en alle Kamermoties, unaniem aangenomen door iedereen die zegt aanpakken, dat als je op een gegeven moment vaststelt dat er 132 miljoen uitkeringsfraude is in 2009, dat het wel degelijk een reden is om te zeggen, laten we nog eens even kijken of we dat allemaal met elkaar nog wat preciezer kunnen doen. Op 20 januari 2012 publiceert de Raad van State een kritisch advies over de fraudewet en die heeft een aantal fundamentele bezwaren. Ja. Hoe werd u zelf geïnformeerd over, het Raad van State advies? Nou ja, uiteindelijk is dat stuk niet meer behandeld in het kabinet, maar waren we het er eigenlijk... Waarom is dat niet behandeld? Als men het er onderling over eens is, hoeft dat niet meer. En de bezwaren van de Raad van State waren onervangen. Waar vindt die afstemming dan plaats? U zegt als we het onderling over eens zijn, nou lijkt de ministerraad daar een plek voor. Dan gaan we terug naar het begin van het verhoor. Het werkt zo dat als vakdepartementen onderling eruit zijn en er is geen en er is niemand die zegt, hey, pas op, ik wil het er toch nog over hebben. Ja. Dan komt het gewoon op de agenda. Dus dit komt op de agenda. Kan nog steeds iedereen er iets over zeggen, maar uiteindelijk in dit geval is dat stuk niet behandeld, omdat in het nader rapport, blijkbaar naar opvatting van de betrokkenen in het kabinet, de kritiek van de Raad van State voldoende was ondervangen. En dat is denk ik ook gebeurd. Bijvoorbeeld de vijf jaar uitsluiting. Komen we straks nog even. Ja. Nou is de, u gaf aan, als het gaat om die fraudewet, dat de afstemming tussen alle betrokken departementen voldoende was. En daarmee was het geen punt wat er in de ministerraad uitgebreid besproken dient te worden. Men was eruit en dan gaat het door. Ja, zeg of dat hier precies zo was, weet ik niet. Maar het is niet besproken. Dat weet ik natuurlijk niet. Als iets niet besproken wordt, dan is dat omdat niemand zijn vinger opsteekt. En dat is maar bijna altijd... Maar dan is de aanname, omdat niemand zijn vinger opsteekt, is de aanname... er is niemand die aanleiding ziet om hier nog iets... Dus wat zou de reden kunnen zijn dat iemand zijn vinger opsteekt? Dat kan voor het minister van Financiën zijn die zegt, er is nog een discussie over geld. Ja. Dat kan de minister van Justitie zijn. Maar dat zijn, zei dus... toch even, meneer Rutte, ook in het kader van u heeft waarschijnlijk ook nog een avondprogramma. U bent een drukke man, nog drukker dan wij. Nee hoor, ik heb hele avond vrijgehouden. Nou, dat is prettig, maar het gaat er niet om dat we met elkaar vaststellen wat mogelijkheden zijn. Ik wil gewoon heel precies weten, u zegt, het is verder niet besproken. Maar als iets niet behandeld wordt, kan ik u niet zeggen waarom het niet behandeld is. Dan is er dus niemand die op dat moment aanleiding zag er iets van te vinden. Ja, en daarmee kun je dan de conclusie trekken dat voor alle betrokken departementen het voldoende besproken was? Wat ik ook logisch vind, omdat dat kritisch Raad van State advies verwerkt is. Als het antwoord ja is, is dat ook goed. Dus de conclusie is dan, het is voldoende besproken, iedereen kan zich erin vinden en niemand voelt de noodzaak om er een punt van te maken. Op dat moment niet. En dat betekent dus dat er in de interagency tussen de departementen alles goed is afgewikkeld. Ja. Dat men vindt dat het Raad van State advies op een verstandige manier blijkbaar verwerkt is. Mm-hmm. En als je kijkt naar de feiten, zeg ik ja, dat snap ik ook. Ja. De Raad van Advies is kritisch over de noodzaak van de fraudewet. En stelt dat de argumentatie voor een dergelijke verzwaring van het sanctieregime beperkt en niet overtuigend is. Ja, daar waren we het dus niet mee eens. Dus daarom zijn we doorgegaan. Ja. Dat blijkt uit het naderrapport. Ja. Is het wel belangrijk dat nieuw beleid noodzakelijk en overtuigend is? Ja, dat vonden wij dus, om de reden die we in de discussie die we net hadden. Ja. U was het gewoon niet eens met de Raad van State? Nee, maar dat gebeurt heel vaak. Dat is niet erg. Het is niet zo Raad van State... Toch even, wat is dan... Ja, dat gebeurt heel vaak. De Raad van State was ook gewoon heel kritisch over de effectiviteit
Die zegt, u wilt iets bereiken, daar heeft u maatregel voor. En de vraag is, wij zien niet aantoonbaar dat dat leidt tot de oplossing van het probleem. Nee, en dat beschrijft ook... U zegt, wij vonden van wel. Ja, om de reden die ik net noemde. En de Raad van State heeft een paar inhoudelijke kritiekpunten die we allemaal hebben verwerkt. Maar is het verstandig dat de Raad van State op zijn minst dan oordeelt dat het in enige mate wel effectief is? Ja, maar ze hebben niet gezegd dat het helemaal niet effectief is. Ze plaatsen kritische kanttekeningen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een Raad van State advies, en dit was een dictum 4, dan zeggen ze niet, mag het niet indienen. Nee. Dat betekent 1 tot en met 3 betekent prima. 4, 5, 6, het is nu anders, maar toen, in die tijd... Ja. Betekent er opnieuw naar kijken. Nou, bijna alle grote wetten moet dan langs de ministerraad. En dan moet het opnieuw langs de ministerraad. Ja. Precies. Dus daar is het ook geagendeerd. Ja, dat is een vrij zware beoordeling, toch? Nee, 4 is niet zwaar. Want bijna alle grote wetten krijgen 4. En als het echt 5 of 6 wordt, 6 betekent niet indienen. 5 betekent echt fundamenteel wijzigen. 4 betekent, we hebben echt kritische kanttekeningen, verwerkt die. En dit was 4. Ja. Nou lijkt het alsof de Raad van State ook kritisch is over die onderbouwing waar we net over spraken, in lijn met die cijfers. Mm-hmm. He, dus waar blijkt nou het probleem uit? Ja, en wij vonden het probleem wel, dus dat is ook wat maar je... Maar heeft u daarna, dat is toch bijzonder wat u zegt. U zegt, wij vonden het probleem wel. De Raad van State zegt, ja, met de aangeleverde informatie kunnen wij dat gewoon niet vaststellen. Als het gaat om de noodzakelijkheid, en dus het is niet overtuigend. En we zien de noodzaak niet op basis van dit... wij zien het sanctieregime... is beperkt en overtuigt niet. En dan zegt u, wat heeft u toen gedaan om het overtuigender en noodzakelijker te maken? Nou, wat ik net vertelde, er is dan een discussie dus over hoe weeg je de op dat moment bekende feiten. En ik vind die zwaar wegend, eerlijk gezegd. Daar verschillen wij van mening over, merkte ik net. Maar ik vind... Nou, het gaat niet zozeer om hoe wij daarin verschillen. Het gaat erom dat we een hoog college van state hebben die daar advies over geeft. Zeker. Dus het is op zich... die zegt, ja, het is niet overtuigend. Het overtuigt niet dat zware sanctieregime en de noodzaak. En dan zegt u, dan ben ik even heel, heel benieuwd. Dan krijgt u dat terug. En u zegt, van, ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wij zijn het er niet mee eens. Dat kan. Ja. Je kunt ook zeggen, wij gaan kijken of we aanvullende informatie kunnen krijgen om dat dan toch te onderbouwen. Ja, nogmaals, dit is bij AZ bij mij niet meer op tafel gekomen, ongetwijfeld. Want dit was verder tussen de departementen afgewikkeld. En ik snap dat ook, wat ze daar gedaan hebben. Het is een advies 4. Dat betekent niet, dien de wet niet in. Betekent ook niet, wijzig de wet fundamenteel. Dat betekent, op een aantal punten zijn wij kritisch, kijk daarnaar. En wat wij doen met dat Raad van State advies, op een heel aantal punten de wet ook wijzigen. Ja. De Raad van State is ook... kritisch over de gebruikte definitie van fraude. De voorzitter sprak daar ook net over. We hebben zoveel mensen hier verhoord en er is niet een eenduidige definitie over fraude. En de Raad van State geeft daar ook iets over aan. En die zegt, gebruik nou alleen fraude als daarmee bedrog wordt bedoeld. Is dit punt ook besproken in de ministerraad? Nee, nogmaals, na de rapport is opgesteld tussen de onderlinge departementen. Ik heb daar als minister van... als premier verder geen moeienis mee gehad, want dat was rond. En er was ook geen aanleiding voor mij om op te interveneren in het kabinet. En als ik kijk naar de uiteindelijke wetstekst, waarin staat... er moet rekening worden gehouden met verwijtbaarheid en we komen andere straks zaken nog even dan, iets uitgebreider op de wet. Ja, maar ik ga toch op uw vraag even in, want dat raakt natuurlijk aan dat advies. Dan zou mijn opvatting zijn dat dat ook in die wet geborgd is. En dat was ook een van de punten die ik belangrijk heb gevonden eerder... en ook andere collega's in het kabinet, namelijk zorg de proportionaliteit... Op mijn vraag, meneer Rutte... is dit nou besproken in de ministerraad? Je antwoord nee. Wij hebben dat eerder met elkaar vastgesteld dat als... De vraag is, was de definitie van fraude nou een onderwerp van gesprek in de ministerraad of niet? Nee, omdat we dus het nadere rapport niet behandeld hebben, omdat men er interdepartementaal uit was. En dat is ook logisch, want het was geen zwaar advies van de Raad van State. Dictum 4, een grote wet is dat gebruikelijk en dat was goed verwerkt. Het is niet besproken in de ministerraad. Het was het kritische... opmerking die de Raad van State gebruikte. Nou wordt er in de fraudewet uiteindelijk gekozen voor een bredere maatschappelijke definitie van fraude, waarbij verwijtbaarheid niet voldoen aan de inlichtingenplicht gelijk staat aan fraude. Ja, dat is toch logisch. Ja, dus, dat kan fraude zijn. Alleen, we hebben net met elkaar vastgesteld... Ik ga nog heel even door. U liet een pauze vallen, dus ik dacht dat u wilde... Ja, u heeft de neiging om snel te antwoorden. Sorry. Ja. Mijn team zei, laat ze nou eerst de vraag stellen en ze hadden gelijk. Ja. Oké. Okay. De precieze definitie
Die stelt, en ik citeer, er is sprake van uitkeringsfraude als een verwijtbare overtreding van de inlichtingenplicht resulteert in onverschuldigd betaling van de uitkering. Wat vond u nou van deze definitie, van deze maatschappelijke definitie? Dit is zo in het kabinet nog niet besproken. Nee. Dus daar heb ik verder op dat moment geen weet van gehad. Nee. Dat gaat echt tussen de betrokken departementen. Ja. In zijn verhoor vertelde de heer Heerma, woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid voor het CDA, destijds, dat hij kritisch was op de fraudewet. Hem werd echter verweten dat hij het zou vinden dat mensen die voor kleine bedragen frauderen niet gestraft moeten worden. Fraude is toch fraude, was destijds de stelling. Er was volgens de heer Heerma weinig ruimte om kritisch te zijn. In hoeverre was er in uw beleving politieke ruimte om kritisch te zijn op hard fraudebeleid? Nou, dat speelde pas in het kabinet in november 2014 weer. Die wet gaat 1 januari 2013 in werking en hij komt terug in het kabinet in november 2014 met de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. Van beroep. U heeft de betrokkenen ook gehoord. En in de tussentijd is er wel in de Kamer over gesproken, blijkt. Dat heb ik verder niet gevolgd op dat moment. Dat kan ook niet allemaal. Ja. Kan niet alle Kamerdebatten volgen. Maar in april van dit jaar is meneer Rutte, er hier maar motie. Ik had een korte vraag en die ging erover dat een van de mensen die we gehoord hebben, destijds Kamerlid voor het CDA, zei: als ik mij kritisch uitte over dat toch mensen die per ongeluk voor kleine bedragen, kleine bedragen fouten maakten, dat dat toch bestraft werd als fraude. Ik heb dat willen bespreken, maar ik voel er weinig ruimte voor. En mijn vraag aan u is, herkent u dat? Was er politiek weinig ruimte om kritisch te zijn? Ik kan het niet herkennen, want ik die discussie op dat moment niet in het kabinet speelde. Nee. En daar ging er vanuit, daar moet ik toch echt bij zeggen. En dan geloof ik echt dat ik uw vraag beantwoord en niet te breed ga. Dat ook in de discussie in het kabinet in 2011, aan de hand van het stuk wat ging over de aanpak van fraude, breed in het kabinet, ook door mij en anderen gezegd is, je moet kijken naar proportionaliteit, je moet kijken naar alle aspecten die ermee samenhangen. En letterlijk in de brief die toen gestuurd is in 2011 staat ook, niet doorslaan, straf is geen doel op zich. Het doel van de maatregel is degene die verwijtbaar handelt en regels overtreedt tot het juiste gedrag te brengen. Verwijtbaar handelt. Klopt. Nou, dat uitgangspunt heeft de commissie ook tot zich genomen. Ja. En we zijn nu aan het kijken met elkaar hoe het in de praktijk werkte. De vraag is dat uitgangspunt, heeft dat nou ook doorgewerkt in die wetgeving? En daar hebben we met elkaar een verhoor over. En daar blijkt dus te weinig ruimte te zijn gevoeld in de uitvoering. En dat leidt dus in 2014 tot november tot de aanpassing. Ja. De fraudewet introduceert een harder fraudebeleid. Of zoals de heer Rotier het zei, er moest meer leed worden toegevoegd. Moest harder worden gestraft. En een van de elementen was een volledige terugbetaling bij het schenden van de inlichtingenplicht. En de boete werd 10 keer verhoogd. Hij ging van 10% naar 100% van het benadelingsbedrag. En het minimumboete die ging naar €150. U was als voorzitter van de ministerraad aanwezig bij de discussie over het aanpassen van het boeteregime. En nou is mijn vraag, hoe zouden nou minimumboetes bijdragen aan het afschrikken van een groep hardnekkige fraudeurs? Het boetebesluit is niet besproken, is niet behandeld in het kabinet. We hebben alleen de fraudewet behandeld aan de hand van de nota van Kamp in 2011. En de wet zelf is nauwelijks behandeld en het nadere rapport helemaal niet. Nee, was u bekend met het boeteregime dat verhoogd ging worden van 10% naar 100%? Dus dat mensen 10 keer meer. We hebben natuurlijk een discussie gehad in 2011 over de notitie in de Kamers gegaan over het verzwaren van de boetes. Dat klopt. In combinatie natuurlijk met dat het wel proportioneel moet blijven allemaal. En de aanname was op dat moment dus ook dat dat zo was. Wat je natuurlijk ziet in de loop van 2014 is dat de uitvoering die ruimte niet voelt. Nou ja, dat is een interessante opmerking die u maakt. Want voorafgaand aan de fraudewet op 14 maart 2011 sturen minister Kamp en staatssecretaris De Krom van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kamerbrief waarin deze fraudeaanpak voor sociale zekerheid staat beschreven. In de brief staat ook dat voor de aanpak van fraude met de kinderopvangtoeslag dezelfde uitgangspunten en dezelfde aanpak zal gelden. Mm-hmm. Namelijk van in principe 100% van het fraudebedrag. De conceptversie van de kamerbrief wordt op 18 februari 2011 besproken in de ministerraad. Werd er vanuit de ministerraad een gelijksoortige aanpak van fraude, sociale zekerheid en toeslagen beoogd? Ik heb dat nergens kunnen terugvinden in verslagen. Nee, maar dat staat in die brief. En je ziet ook dat het doorwerkt in de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen. Ja. Daar is dat boetesysteem. Maar was het idee om dat gelijk te trekken? Dat zie ik inderdaad terug in die stukken. Ja, dat hebben we niet expliciet besproken, maar dat is wel toen gebeurd. Ja. Weet u ook waarom het belangrijk was dat gebeurde? Omdat je natuurlijk, maar dan ga ik speculeren, want we hebben dat niet uitvoerig besproken. Omdat er natuurlijk een zekere logica zit dat je probeert, als je praat over wat voor boetes leg je op in geval van fraude, dat je dat door de verschillende stelsels gelijk trekt. Ja, en u zegt sociale zekerheid en kinderopvangtoeslag, dat raakt aan elkaar en dan trekken we het gelijk.
Ja, de toeslagen is dat, natuurlijk weer... Zeg dat goed? Ja, dat zal erin in geweest zijn. Maar dan moet ik speculeren. Ik heb dat niet... Dat hebben we niet uitvoerig besproken. Nou zei de heer Wekers in zijn verhoor dat hij aandacht heeft gevraagd voor de proportionaliteit van boetes. In hoeverre was de proportionaliteit van boetes voor u een belangrijk punt? Ik heb hetzelfde gedaan, maar ook veel anderen. En de aanname was ook... Waar bleek dat uit dat u dat gedaan heeft? Ja, dan moet u heeft de verslagen van de ministerraad, die mag ik niet uit citeren, maar dan ziet u dat in terug. En uiteindelijk is natuurlijk sprake van, als je kijkt naar de fraudewet zelf, dat als ik hem lees, ik denk ja, het bestuursorgaan kan de boete verlagen en die sprake is van verminderde verwijtbaarheid, dan denk ik dat zit er op zich goed in. Alleen in de praktijk bleek dat de uitvoering, dat zie je natuurlijk in de loop van 14, dat is denk ik ook waar Heerma aan refereert, de signalen die bij de Kamer binnenkwamen, dat de uitvoering dat niet voelde. Was er nou verschil van opvatting over de proportionaliteit van boetes tussen verschillende bewindspersonen in de ministerraad? Ja, u heeft die verslagen. Ik geloof niet dat ik at liberty ben om daar te citeren. Mijn beeld is niet dat daar nou de grote discussie over ging. Natuurlijk wil je natuurlijk rekening houden met proportionaliteit, verwijtbaarheid. Er zal niemand tegen zijn. Dat staat ook in de brief. Straf is geen doel op zich. Ik zei het net al. Je moet niet doorslaan. Maar nogmaals, in de praktijk, en wat ik positief vind aan dit geheel, en dat is het grote verschil met de kinderopvangtoeslag, is dat waar die wet ingaat op 1 maart 13, anderhalf jaar later, op dit punt, de zaak wordt stopgezet en veranderd. En ook leidt tot de aanpassing van de wet. Dus daar werkt ook, laten we zeggen, het vreselijke managementjargon, de feedbackloop van Kamer, de rechter, in dit geval de Centrale Raad van Beroep. Ja. Maar ook de uitvoering die met de signalen kwam. Dat is natuurlijk het grote verschil met de kinderopvangtoeslag, waar dit vanaf 2006 tot 2019 kon dooretteren. Ja. Nou gaf de heer Wekers ook aan dat hij na afloop van een tekstsuggestie stuurde naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de 100% boete geen uitgangspunt was, maar een maximum. De brief van de heer Kamp en de heer De Krom wordt op dit punt echter niet aangepast. Op 24 mei 2011 stuurt de heer Wekers zelf een Kamerbrief met de heer Kamp over de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. In deze brief is de 100% boete geen uitgangspunt, maar een maximum. Dus als het om sociale zekerheid gaat, dan is dat het uitgangspunt, 100% boete, maar bij de kinderopvangtoeslag niet. Dat laatste geeft meer ruimte aan de uitvoering om die hoogte te kunnen bepalen. Is er naar uw weten ook gesproken over het verschil tussen een boetemaximum en een standaardboete van 100%? Nee, dat lijkt me niet. Daar kom ik nergens tegen. Nogmaals, wat ik zei, de fraudewet zelf is in het kabinet alleen weer teruggekomen aan de hand van het naderrapport. En ook daar was overeenstemming over tussen de departementen en zijn de aanpassingen gedaan. Dus dat aspect ben ik niet tegengekomen. De verschillende uitgangspunten van de heer Kamp en de heer Wekers worden uitgewerkt in boetebesluiten. Bij het boetebesluit voor toeslagen kan een waarschuwing worden opgelicht en is de boete bij opzet 50% van het bedrag. Bij het boetebesluit voor de sociale zekerheidswetten is de waarschuwingsmogelijkheid beperkt en is een boete van 100% het uitgangspunt. Hoe komen boetebesluiten nou langs de ministerraad? Dat zou ik moeten nakijken. In ieder geval, voor zover ik heb kunnen nagaan, is dat niet, in ieder geval niet behandeld. Of dat op de agenda heeft staan, weet ik niet. Dat zou ik moeten nakijken. Maar u heeft zelf wel aandacht gevraagd voor proportionaliteit. U zei, ik heb daar aandacht voor gevraagd. Ja, dat zit in de fraudewet. En daar zat het goed in, mijn overtuiging. Alleen in praktijk bleek, want daar staat zijn al die dingen die ik belangrijk vond. Verminderde verwijtbaarheid, bedwingende redenen, afzien van het opleggen van een boete. Ja. Maar nogmaals, in praktijk bleek, dat is dus anderhalf jaar later, dat de uitvoering die ruimte niet voelde. Maar het boetebesluit zelf... En waar zat dat in, dat de uitvoering dat niet voelde? Ja, nogmaals, dat weet ik dus niet. Daarom zie je ook... Dat kan ik u uitleggen. Dat zat in de algemene maatregel van bestuur. Dat was het boetebesluit. En daarin was opgenomen, in tegenstelling tot de wet, waarin stond ten hoogste... stond er in het boetebesluit stond dat de standaard boete zou zijn met een aantal voorbeelden waarin het in ieder geval niet opging. Maar die boete die voorbeelden waren zo extreem dat in ieder geval het UWV aangaf, ja, maar wij hebben op deze manier eigenlijk helemaal geen ruimte. Wij moeten altijd die 100% boete opleggen. Ja, maar nogmaals, dus er is een verschil, en dat zegt de rechter later ook, meneer Rutte, er is een verschil tussen de wet en het boetebesluit. En mijn vraag is, als u die proportionaliteit belangrijk vond, waarom wordt dat dan niet besproken? Waarom wordt zo'n boetebesluit dan niet besproken in de ministerraad? Nou, nogmaals, als er interdepartementaal overeenstemming is en er is geen reden
een van de ministers om iets expliciet aan de orde te stellen, dan wordt het niet besproken in de ministerraad. En overigens, laten we dan ook het besluit goed citeren, want ik heb dat inmiddels natuurlijk ook even gelezen, wat er dan in het besluit staat. Het klopt dat het van kan naar wordt, hè, op de hoogte van het benadelingsbedrag, maar er staat ook in, bij verminderde verwijtbaarheid wordt de bestuurlijke boete verlaagd. Ja. Het is dus ook niet zo dat er helemaal geen ruimte is, alleen in praktijk, en dat is gewoon waar, maar nogmaals, daar werkt dus de feedbackloop, want in anderhalf jaar wordt die wet weer aangepast. Ja. En dat vind ik dus ook het grote drama met het verschil snel, tussen deze kwestie en de. U gaat heel snel, meneer Rutte. Ik ben nog even terug naar het punt waarin er een hele harde fraudewet wordt geïntroduceerd. U zegt, samen met de heer Wekers, dat die proportionaliteit belangrijk is. Hè. Er moet dus ruimte zijn voor de uitvoering om, naar, om te kunnen bepalen wat nou de mate van wijdbaarheid is, hoe de ernst is en wat de omstandigheden waren. En het interessante is dat, later ook de rechter zegt, dat daar zit gewoon een tegenstrijdigheid tussen het boetebesluit en de wet. Maar dat leidt dan toch tot een aanpassing van de wet. Dus dat is toch niet zo gek? Nee, dat is wel gek. Tenminste, mijn conclusie is dat het wel gek is. Het is in ieder geval de conclusie die ik trek. Ook niet zozeer omdat ik hem trek. Maar we hebben hier ook in het verhoor gesproken met de rechter van de Nationale Raad van Beroep. Mm-hmm. En die gaf aan dat in ieder geval hier die tegenstrijdigheid dermate is, dat ook inging tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja, en dus leidt het tot zijn uitspraak in november 14. En zo werkt het systeem toch maar ook. Toch even, dat is dan toch qua kwaliteit van wetgeving, is dat toch. Luister. Het is toch niet dat de rechter daar. De rechter zou toch niet de wet moeten corrigeren op die punten? Ja, maar dat gebeurt toch wel vaker dat wetgeving en praktijk anders uitpakt dan bedoeld. Als je de wet leest, dan zegt die wet, je moet kunnen verlagen bij verminderde verwijtbaarheid. Ja. Lees je het boetebesluit, nogmaals niet behandeld in het kabinet, ik heb niet kunnen terugvinden. Dat is strenger, want er is van een kan is een wordbepaling opgenomen. Maar ook daar staat in, bij verminderde verwijtbaarheid wordt de bestuurlijke boete verlaagd. Ja. Dus ik ga ervan uit dat de opstellers van die stukken geprobeerd hebben om op een fatsoenlijke manier ook in het boetebesluit de gedachte van de fraudewet te verwerken. Ik heb geen aanleiding aan te nemen dat ze daar iets raars hebben gedaan. Het is niet besproken in het kabinet, omdat niemand daar aanleidingen zag op maar dat het was moment. Vervolgens zeker. Is het toch normaal ook. En dat is toch ook hoe het moet werken. Dat als er dan signalen komen uit de uitvoering. Heerma heeft erover gesproken hier aan tafel. Ja. En heeft ook een motie ingediend in april 14 die erover gaat. Kamerleden zelf ook signalen krijgen breder dan dat. En bovendien in november 14 de Centrale Raad van Beroep zegt, zo kan het niet. Dan wordt het aangepast, de aanpak. En dan komt er ook een aanpassing van de wet. Dus dan zeg ik ja. Je zou natuurlijk liefst willen dat wetgeving nooit door een rechter hoeft te worden beoordeeld. Maar dan, dat zal helaas, dat wel alles we nooit bereiken. Maar er is toch geen aanleiding aan te nemen dat hier iemand heeft geprobeerd iets geks te doen. Ik kom dat niet tegen in ieder geval in de stukken. Nee, dat is ook niet wat wij als commissie stellen. Wij proberen vast te stellen dat er kennelijk aandacht moet worden gegeven aan proportionaliteit. Mm-hmm. Dat is een belangrijk gegeven. U zegt dat. U zegt ik heb de aandacht voor gevraagd. Dat vraagt de heer Wekers. Nou zit die proportionaliteit, die zou dan in dat boetebesluit, wordt die daarin eigenlijk teniet gedaan. Daarvan zegt, het UWV zegt, wij voelen op geen enkele manier ruimte om hier proportioneel te kunnen toetsen. Liggen daarmee heel veel boetes op. En uiteindelijk bepaalt de rechter dan dat inderdaad niet zo is. En dan zegt u, dit is de gebruikelijke methodiek. Een rechter die toetst dat dan en die corrigeert dat dan. Kijk. Toch even, in het kabinet leeft breedte gedachte, het moet proportioneel zijn wat je doet. Ja. Niet alleen ik en Wekers, volgens mij is dat, als je die notulen leest, is dat heel breed. Dat zijn bijna niet de twee heiligen. Dat was een hele brede discussie. Ja. Als je kijkt naar de tekst van de wet, dan zit dat daar volgens mij ook in. Maar het zit ook in de tekst van het boetebesluit. Maar u heeft weer gelijk dat het boetebesluit op punten weer wat strenger lijkt te zijn dan de wet. Dat zie ik ook als ik het lees. Hij is niet strenger, hij is tegenstrijdig. De rechter zegt, de rechter concludeert dat er niet een gefixeerd boetesysteem is. En de rechter zegt, en er staat in de toelichting van dat boetebesluit staat ook nog dat artikel 546, wat namelijk precies proportionaliteit regelt, dat die niet van toepassing is. En daarvan heeft de rechter gezegd, nee, daar ben ik het niet mee eens. Bij dit soort straffen moet er worden getoetst, dwingend, aan in welke mate is iemand verwijtbaar, wat was de ernst van de overtreding van die verwijtbaarheid, en de derde is, wat zijn de omstandigheden. Dat moet altijd. En vervolgens is dat vanaf dat moment toch de manier waarop er gewerkt dient te worden. En mijn punt is, als nou de Raad van State kritisch is, als signalen uit uitvoering komen die zeggen, wij kunnen hier gewoon
niet voldoende maatwerk leveren. Waarom begint men daar dan mee? Waarom gaat zo'n wet dan in werking? Een ander punt. Raad van State is kritisch op de vraag. U heeft dat net zelf ook voorgelezen. Is kritisch op de vraag van is voldoende onderbouwd waarom dit nodig is. We hebben net een discussie over gehad. Ik heb uitgelegd waarom met het fonden. Vervolgens zitten we in november 14 en dan zegt anderhalf jaar dat de wet is ingegaan. Dus dat is redelijk snel. Je zou het allemaal veel sneller willen, dat weet ik ook wel. Ja. Maar vergelijk dit eens met de kinderopvangtoeslag, waar het van 2006 tot 2019 kan duren voor het bedrag te komen op politiek niveau in het kabinet. Wat een drama zich daar ontwikkeld heeft, waar we inmiddels tienduizenden mensen mee in de vernieling hebben geholpen. Dit is natuurlijk echt een ander geval. Hier is in januari 13 een wet in werking getreden. Er komen signalen, er is een motie Heerma, zie je ook uit de uitvoering, vervolgens ook de Centrale Raad van Beroep. En dan wordt meteen uiteraard de zaak stopgezet en wordt de wet aangepast. En toch nog even dat boetebesluit. Dat is dus bij mijn beste weten niet in het kabinet behandeld. Ik zie ook verschillen, maar ik ben het toch niet met u eens dat het allemaal tegenstrijdig is. Want er staat in verminderde verwijtbaarheid ook. Er staat ook in, als het gaat om de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid, in ieder geval worden dan een aantal dingen genoemd die daar gelden. Dat is niet limitatief. Maar u heeft weer gelijk dat uiteindelijk de Centrale Raad van Beroep zegt in november 14, zo kan het niet. En dan wordt het ook aangepast. Ja. En wat brengt ons dat? Nou, dat brengt ons dus dat die fraudewet na anderhalf jaar is aangepast zoals we hem hebben aangepast. En dat wat je wilt bij wetgeving, en dat is natuurlijk wat bij de kinderopvangtoeslag niet gebeurd is, daar die motie Heerma van 14, vergelijk die eens met de motie van, ik heb hem nog eens even bijgepakt, van de SP uit 2016 over de kinderopvangtoeslag. Die motie die niet wordt aangenomen. Die eigenlijk een vergelijkbaar signaal geeft van er gaat iets vreselijk mis. Ik kan me zo gauw niet vinden, maar u heeft hem ongetwijfeld in de stukken ook zitten. Dan zie je dus het enorme verschil tussen aan de ene kant deze fraudewet, waarin anderhalf jaar tijd de hele feedbackloop werkt. Ja. En het grote drama met de kinderopvangtoeslag, waar hardheidsstelsel, het hele stuk van alles of niets benadering vanaf 2006 tot 2019 kan dooretteren. Ja, U geeft aan dat is de feedbackloop van hoe dat werkt. Ja, en die werd dus niet gewerkt bij de kinderopvangtoeslag. En een van de dingen natuurlijk, maar daar hoop ik natuurlijk dat u er ook iets over gaat zeggen, is wat moet je doen met elkaar? Dat is toch de wanhopige vraag die we ons allemaal stellen deze weken opnieuw. Maar ook bij het onderzoek. Is het opvallend, meneer Rutte, dat als er een wet wordt aangenomen die start op 1 januari 2013, die boetes oplegt die 10 keer hoger zijn, waarin er verschillen zitten tussen het boetebesluit en de wet, tegenstrijdigheden, waarvan de uitvoeringsorganisaties zeggen, wij zien hier te weinig ruimte om maatwerk te leveren. Mm-hmm. En wij moeten mensen boetes opleggen, dat willen we niet, maar het moet en dat leidt tot onrechtvaardige boetes. Zegt u dan van, ja, dit is eigenlijk, het past in de feedbackloop dat we dat binnen anderhalf jaar, dat de rechter dat vertimmert. Nee, dat zou natuurlijk eerder willen. Toch? Dat ben ik het met u eens. Alleen, ja, dat zou je toch aan de start willen, of niet? Ja, ook. Ja. Dus dat is ook een les die ik hieruit trek. Dat je dus, ja, dus als we aan de start goede wetgeving zeker, hebben. Helemaal eens. Dus je, dus, da, maar dus, dan ga ik verder als mij toestaat. Ja, ik wil toch even reageren als dat mag. Ja? Want anders is dat niet voldoende volgens mij. Die feedbackloop zou je sneller willen. En wat je ook zou willen is dat als je wetgeving maakt, dat je niet alleen nadenkt over hoe zorg je ervoor dat signalen allemaal, maar dat je aan het begin, dat is uw punt eigenlijk, dat je dat ook nog eens een keer extra doorschaakt en van tevoren zegt, waar zou dat nog mis kunnen gaan? Ja. Nou, dat is bij die fraudewet dus onvoldoende gebeurd. Daar is nu gewoon een punt. Mijn punt is dat die feedbackloop ertoe leidt dat burgers onrechtvaardig worden behandeld op een wet die te weinig ruimte geeft om echt te kijken wat mensen voor overtreding begaan en wat daarbij past. Want u weet net zoals ik dat de Centrale Raad van Beroep hier extreem snel gehandeld heeft. Exact. Het kan niet de bedoeling zijn, normaal gesproken, voordat we komen van bezwaar, klacht indienen, bezwaar, ja, vervolgens ga je in beroep op dat besluit, dan ga je nog eens in hoger beroep. Dat kan zo 3 jaar duren. Nou bleek ook uit de documenten die wij hebben dat er in die tijd 65.000 mensen op die wijze zijn behandeld. Daarvan zei het UWV, ja, dat vinden we onrechtvaardig. We willen dat eigenlijk allemaal doen op basis van wat de rechter heeft uitgesproken, op basis van die toetsingscriteria. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk is dat voor 13.000 mensen, omdat die nog in de bezwaar- en beroepfase zaten, is dat gedaan. Maar voor die anderen niet. Dan wordt toch een groep burgers op basis van,
ja, harde wetgeving weliswaar, maar die ja, toch ook niet die, de ruimte geeft. Absoluut. Dan worden ze toch keihard aangepakt. Absoluut, dus het is ook noodzakelijk. Dan kunnen we toch niet met elkaar zeggen, ja, maar dat zit dan in een soort feedbackloop. Dat kunnen we als samenleving dan toch niet doen. Nee, maar, ja, ik snap helemaal wat u zegt. Dus die wet, anders was de Centrale Raad van Beroep nooit met die uitspraak gekomen, die liet te weinig ruimte voor dat maatwerk. En die liet te weinig ruimte voor de proportionaliteit. Daar heeft u gewoon gelijk in. Ja. Mijn punt is alleen dat als je kijkt naar het belang van de signalen uit samenleving, uit de uitvoering, en ook in dit geval natuurlijk de rechtelijke uitspraak, en je ziet hoe dat tussen 1 januari 13 en eind 14 gegaan is, natuurlijk zou je het nog sneller willen, helemaal eens. Je zou ook willen dat je upfront dat nog meer had bekeken. Dat zijn allemaal lessen die we trekken. Ja. Maar het is toch wel een heel groot verschil met een drama wat inmiddels 10.000 mensen heeft geraakt rond de kinderopvangtoeslag, wat 13 jaar heeft kunnen dooretteren. Nee, dat bedoel ik. Dat is mijn punt. U weet dat ik als geen ander weet, en ik heb dat in de praktijk gezien, hoe dat heeft uitgepakt. Absoluut. Tot slot zegt de rechter ook nog, en daar ben ik ook benieuwd naar u dat tegenaan kijkt. De rechter zegt, dit is in strijd met artikel 7 EVRM. Namelijk, mensen worden bestraft voor gedragingen die zijn begaan voordat die wet in werking treedt. Er is dus geen overgangsrecht. Dat is niet in het kabinet besproken, dus dan moet ik gaan speculeren. Dan ga ik nog met u naar, en u sprak er al over, bij de Belastingdienst toeslagen, als we het hebben over de alles of niets benadering, dan zit daar ook een disproportionaliteit in. En in die benadering kon de dienst toeslagen de volledig uitgekeerde toeslag terugvorderen als er bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag een kleine fout was gemaakt, zoals het verkeerd invullen van een getal of het kwijtraken van een bonnetje. We spraken daar vanmorgen over met een rechter uit Rotterdam. Dus als iemand per ongeluk de verkeerde maand opgaf van zijn kind of een te laag bedrag, dan zei de Belastingdienst, wij vorderen alles terug. Nou zijn er meermaals signalen gegeven over de uitwerking van als of niets benadering bij zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bij de Belastingdienst. En die signalen waren bekend. Hoe verklaart u dat er geen fundamenteel gesprek heeft plaatsgevonden binnen het kabinet over de hardheid van de alles of niets benadering? Daar ging het ook een parlementair onderzoek over. Dat is natuurlijk de tragiek van het hele zaak, deze hele zaak. Dat in 2006 er een systeem is opgetuigd waarbij de kinderopvangtoeslag natuurlijk bevoorschot. Het gaat om zeer grote bedragen. En naarmate mensen natuurlijk minder hoog inkomen, hebben ze die bedragen nog veel groter. Waarbij inderdaad in een alles of niets benadering is gezegd, in de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, als je een kleine fout maakt, dan moet dus alles worden teruggevorderd. Ja. En dat in het kabinet die discussie pas terugkomt in mei 2019. Die vraag wordt natuurlijk ook, hebben allemaal de haren over uit het hoofd getrokken. Ja. Terwijl de ombudsman in 2017 met een rapport kwam, waarbij... U heeft de haren nog. Wat is nou uw verklaring voor het feit dat dat niet binnen het kabinet is besproken heb ik natuurlijk namens het kabinet in 2020 bij het verhoor excuses gemaakt voor dit verschrikkelijke feit. En dat is natuurlijk absoluut niet... ik was onlangs nog met Aukje de Vries, de verantwoordelijk staatssecretaris, bij een groep toeslagenouders die heel zwaar getroffen zijn. En de hel waar zij doorheen gaan is niet te beschrijven. Kinderen uit huisplaatsingen, bedrijven kapot, noem maar op. Mm-hmm. Echt verschrikkelijk. Ik begrijp u. Wat ik mee wil zeggen is... U kunt zelf ook niet verklaren waarom het niet eerder besproken hier ziet, is. Hier want het is nogal... Als ik het vergelijk met deze fraudewet. U zegt 1,5 jaar is ook nog lang. En dan ben ik met u eens. Natuurlijk had ik nog liever nog korter. Maar als je nou dat vergelijkt met de kinderen... Het is 9 maanden. Ja, een jaar en 9 maanden. Als je het eens. Ja. Maar als je het vergelijkt met de kinderopvangtoeslag, 13 jaar, mm-hmm, ook daar waren de signalen er. Uitspraken van rechters die later bij hogere rechters weer... Nee, het mag toch. Inderdaad, die ene motie noem ik maar even. Er zijn meer signalen geweest uit de Kamer. Ook de motie uit 2016 die niet is aangenomen. Ik geloof alleen SP en PVV voorgestemd hebben. Die zeiden, er gaat iets vreselijk fout bij de kinderopvangtoeslag. En daar werkt het dus niet. Nee. En volgens mij is dus de vraag naar de toekomst kijkend. Maar dat vind ik ook iets waarvan ik heel erg hoop dat jullie er iets over gaan zeggen. Hoe kun je, als je dus wetgeving maakt, van tevoren zorgen dat als dit soort dingen dreigen, dat je aan alle kanten hebt geregeld dat niet kan. En als het dan toch fout gaat, dat wel die informatie boven tafel komt. Hier is het niet gebeurd. Want dat rapport van de ombudsman in 2017 politiek niet besproken. Nee. En toen wij hoorden in mei 2019 over het drama van de kinderopvangtoeslag, toen dachten we nog dat het om 300 mensen ging. Ja. Sterker nog, de hele zaak van de appelbloesem is in 2009. Ja, dat is zo. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, en dat betekent twee dingen. U geeft wat vaker aan
wat wij als commissie moeten doen. Maar ik wil hierop wijzen dat wij een opdracht hebben van de Tweede Kamer. Dus dat is wat wij gaan doen. Het staat u natuurlijk vrij om in de tussentijd zelf ook iets te doen. En we gaan even 10 minuten schorsen. Yes? Top.
Ik heropen de vergadering en ik verzoek de griffier om de getuige, de heer Rutte, naar binnen te leiden. Goed, de heer Rutte, we gaan weer verder. Bij het fraudebeleid dat tot stand kwam in de eerste twee kabinetten kwam het schenden van de inlichtingenplicht vrijwel gelijk te staan aan fraude. De heer Dikmans, die we hier ook hebben gehoord, zei daarover in zijn verhoor ten aanzien van de fraudewet. Mijn eigen beeld was, en ik citeer hem, zijn beeld was dat de wet relatief streng zou kunnen uitpakken voor mensen die een kleine fout maken. Een vergissing maken, misschien niet de regelgeving en de complexiteit van de wet even goed beheersen. In hoeverre was er volgens u aandacht voor de mate van zelfredzaamheid van burgers en de verschillen daarin tussen burgers bij de totstandkoming van het fraudebeleid? Ja, een van de pijlers ook in het stuk uit 2011 is natuurlijk dat preventie ook is goede voorlichting. En dat je uitlegt wat wel en niet, et cetera. Dus dat preventie is een ontzettend belangrijk onderdeel natuurlijk van handhaving. Dus in die zin zit dat integraal erin. En is het ook vreselijk belangrijk om daarmee die kleine foutjes te voorkomen. En dan is het natuurlijk vers 2, hoe ga je om met kleine foutjes? Dat was de discussie die we net hadden. Ja. Dus volgens u is daar wel aandacht voor geweest? Ja, het kan niet zo zijn dat je handhaving vormgeeft zonder een balans tussen preventie en repressie. En preventie is in de eerste plaats goede voorlichting, heldere wetgeving. En dat zie je ook terug, ook bijvoorbeeld in stukken 2013, stukken 2011, dat is steeds eigenlijk al vanaf 1996 en al die kabinetten een ontzettend belangrijk onderdeel. Ja, maar ik vraag eigenlijk iets anders. Ik begrijp wat u zegt over die preventie, maar dit gaat over binnen het fraudebeleid, hoe je dan omgaat en dan heet dat die inlichtingenplicht. Als er iets verandert in je leven als burger, dat je dat moet melden. En soms kunnen mensen daar natuurlijk een foutje in maken. Precies. En mijn vraag was specifiek, ik snap dat preventie daar behulpzaam in kan zijn, maar we hebben het nu over de fase daarna. In hoeverre daar eigenlijk genoeg aandacht voor was dat sommige mensen misschien niet zelfredzaam zijn. Of sommige mensen misschien een wet niet precies begrijpen. Of de urgentie niet snappen van in een bepaalde mate heel snel iets doorgeven. Heeft u nou het idee dat daar genoeg aandacht voor was? Ja, ik denk wat we voor de pauze bespraken, de discussie in het kabinet van 2011 over proportionaliteit, verwijtbaarheid, et cetera, raakt precies daaraan natuurlijk. Ja, proportionaliteit zit natuurlijk daarna. Maar goed, ik denk dan dat we hier niet uitkomen. Voor mij valt dat eronder. He, dus dat je, en ook wat we in de brief schrijven in 2011, het gaat er niet om ruziegloos allerlei fraude te bestrijden. Je wilt dat natuurlijk doen waar ook echt fraude is. Ja, precies. En niet een klein foutje. Ja, maar als je dan bezuinigt op dienstverlening, he, dus dat stuk waarin dus mensen tegemoet gekomen kunnen worden, waarin je iemand kan bellen, waar iemand kan vragen, hoe moet ik dat nou precies invullen in het formulier? Als je daar nou tegelijkertijd veel op bezuinigt. Hè? We hebben de heer Bruins hier ook gehad, ja, namens het UWV. Die heeft aangegeven, ik weet niet eens meer wat de getallen waren. Misschien was dat 480 miljoen. Dus dan voer je een fraudewet in en tegelijkertijd ga je heel veel moeten bezuinigen op de dienstverlening. Dan moet ik echt terug verwijzen naar wat ik in het begin zei. De context waar we in zaten. En dat was dat het hele zaak hier in Nederland dreigt om te kieperen. Dat ze met gigantische bedragen moesten ombuigen. En dat iedereen, de ouderenzorg, we hebben natuurlijk alle debatten gehad, maatschappelijk ook, over de enorme diepe ingrepen die we heel breed hebben moeten doen. Ja. Maar ik heb dat ook gezegd bij het verhoor voor de parlementaire ondervragingscommissie. De aandacht voor de uitvoering.
dat is ook deels een antwoord, denk ik, wel op de vragen ook die we aan de orde hadden hiervoor over waarom is het niet eerder gezien. De aandacht voor de uitvoering, het feit dat bijvoorbeeld in de sociale zekerheid je pas met de uitvoering gesprek als de wet gemaakt was, bij wijze van spreken. En niet zoals nu, dat je vanaf het begin samen probeert wetgeving op te lopen. Dat zijn allemaal inzichten die daarna pas zijn ontstaan. Maar de bezuiniging zelf, ja, ik kan niet anders dan ze toch over de volle breedte van die tijd verdedigen. Omdat we anders nu in een heel andere film hadden gezeten. Ja, maar dan was er toch geen echte aandacht voor de mate van zelfredzaamheid van burgers? Je kunt ja, kiezen wel, waar je bezuinigt. Maar het is niet zo dat als je bezuinigt, dat dan die aandacht er niet is. Alleen, natuurlijk is het zo, als je bezuinigt, dan heeft dat effecten op allerlei aspecten van dienstverlening. Maar we bezuinigden ook op de ouderenzorg. Dat heeft effecten op de verpleeghuizen. We bezuinigden op het onderwijs. We bezuinigden overal. Ik stel dat er niet de discussie, maar het heeft natuurlijk wel een consequentie. Zeker. En we hebben hier de heer Bruins gehad, die heeft uitgelegd. Wat was het, 480 miljoen of iets meer, dat als je dat doet, hè, vanuit u verklarend van ik moest bezuinigen. Maar dan was er toch op dat moment geen aandacht meer, echte aandacht voor die zelfredzaamheid van burgers. Dat ben ik niet met u eens. Dat vind ik te kort door de bocht. Nee. Ja, als je bezuinigt op de uitvoering heeft dat consequenties, maar de directe conclusie, daar zou ik het niet mee eens zijn. Maar je kunt nog niet beide hebben. Je kunt toch niet bezuinigen op de dienstverlening en tegelijkertijd zeggen dat er genoeg oog was voor die zelfredzaamheid. Kan zijn dat het inzicht er toen niet was. Dat kan ook. Alleen. Nee, het inzicht denk ik was er wel. Alleen ik denk dat het niet zo is dat als je bezuinigt op de ouderenzorg, betekent niet dat je daarmee niet probeert er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de goede, waar dat echt nodig is, goede verpleeghuizen blijven. Het bezuinigen ook op uitvoering om uiteindelijk die gigantische ombuigingen te realiseren, betekent niet dat je probeert essentiële onderdelen van je beleid overeind te houden. Maar natuurlijk heeft dat effecten. Dat ben ik met Bruins eens. Ja. Dus het gaat dan inderdaad niet over je intentie of je best doen, maar wel over een mogelijke consequentie. Ja, alleen u formuleert hem heel direct zo van als je dat bezuinigt, dan kan dat andere dus niet meer plaatsvinden. Daar zou ik het niet mee eens zijn. Nee, ik probeerde te formuleren dat het consequenties heeft. En dan ben ik het met u eens, ja. Ja? Ja. Heeft u ook een rol hierbij destijds gehad? Nee, zo ziet u dat niet. Tijdens het verhoor van de heer Ascher zei hij het volgende over de fraudewet en ik citeer. De wet spreekt eigenlijk wantrouwen uit naar de burgers die informatie verkeerd invullen en daarvoor gestraft moeten worden, maar ook naar de uitvoerders. Die wet geeft uitvoerders niet de ruimte om zelf te bepalen wat voor boetes ze opleggen. Mijn, dus de verklaring van de heer Ascher, is dat de wet zo is vastgesteld dat, ook al zou je willen, dat die ruimte er is. Dat die ruimte er niet voldoende in zit, omdat die op wantrouwen gebaseerd is. In hoeverre bent u het met deze analyse eens van de heer Ascher? Dat was in ieder geval niet de bedoeling. Als je kijkt naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in november 2014, moet je vaststellen dat er onderdelen wat we wilden met die wet, anderhalf jaar later, 19 maanden of was het, 1 jaar en 9 maanden later, anders blijkt uit te pakken. Maar de wet wel degelijk, we hebben het er net over gehad, heeft allerlei elementen in zich die wel degelijk rekening houden met bijvoorbeeld verwijtbaarheid. Ja, maar mijn vraag was inderdaad of u het eens bent met zijn analyse. Dus ook dat het gebaseerd was op wantrouwen? Nee, daar ben ik niet met hem eens. Okay. Nee. Binnen de fraudeaanpak ontstond een benadering waarbij de doelgroep van een sociale regeling als een risicogroep voor fraude werd gezien. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de hoge toeslag, hoog risicocontrole bij de Belastingdienst toeslagen. Een risicogerichte controle op basis van de voorlopige toegekende toeslag. In hoeverre vond u destijds dat de doelgroep van de sociale zekerheid en toeslagen een risicogroep voor fraude is? Dat hebben we zo nooit besproken, daar ben ik niet meer betrokken geweest. Nee. En dat, is natuurlijk, dat zit deels al natuurlijk in 2006 in het systeem van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, waar we het net over hadden, waardoor hardheidsstelsel en, laten we zeggen, alles of niets benadering vanaf het begin erin zat. En dat is inderdaad pas zichtbaar geworden in zijn heftigheid, natuurlijk bij mensen individueel veel eerder. U heeft het indrukwekkende voorjaar gehad met een jonge man van 24 die al in 2009 daarmee geconfronteerd werd. Het heeft tot en met 2019 geduurd. Ja, en we hebben het dus inderdaad dan over mensen die dus een hoge toeslag kregen omdat ze het hardst nodig hadden. Ja. En daarmee ook aangemerkt werd als hoog risico. Ja. Ja. De heer Wekes zei ten aanzien van terugvordering bij de Belastingdienst toeslagen in zijn verhoor, en ik citeer, volgens mij is er nooit goed nagedacht over het terugvorderen van heel hoge bedragen bij mensen die dat geld nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In hoeverre bent u het hiermee eens? Ja, er was geen ruimte, en daar ben ik mee eens, maar dat blijkt toch dat vanaf 2016 ruimte er niet was. Okay. Kleine fout betekent alles terugbetalen binnen, wat was het, 12 of 24 maanden. Nou, dat kun je natuurlijk helemaal niet. Als je bedragen soms van vele tienduizenden euro's moet terugbetalen. Dat is nou precies de kern van de hel waar mensen terecht zijn gekomen.
De kans dat burgers bij een vergissing of fout te maken zouden krijgen met een hoge boete of terugvordering was destijds groot. Met de kennis van nu weten we inderdaad dat burgers hierdoor in grote problemen zijn gekomen. Was u zich ervan bewust dat de ontwikkeling in het fraudebeleid van de sociale zekerheid en toeslagen deze gevolgen kon hebben voor burgers? Nee, nogmaals, dat hebben we pas doorgekregen in 2019. Hebben we het net over gehad? Ja. Dat is nogmaals het verschrikkelijke feit waar we natuurlijk ook een paar jaar geleden uitvoerig bij stilstonden. Ja. We hebben hier ook bewindspersonen gehad, zoals Kamp en de heer Ascher en de heer Krom. Die stelden dat de wet ruimte gaf om niet te beboeten bij foutjes, terwijl de praktijk liet zien dat die foutjes wel degelijk beboet werden. De fraudewet. Precies. Klopt. Vindt u nou dat die fraudewet heeft gedaan wat hij had moeten doen? Nee, maar dat is eigenlijk de afgelopen uur ons verhoor waar ik het met u eens ben. Namelijk de tendens in die vraagstelling. De wet had wel degelijk de bedoeling om rekening te houden met verwijtbaarheid. Maar uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, maar ook de eerdere signalen, blijkt dat de uitvoering die ruimte niet voelde. En ik kan niet analyseren of dat door het boetebesluit komt. Dat zou kunnen, maar nogmaals, ik zie daar ook elementen in die daar misschien mee in tegenspraak zijn. Maar het is wel een feit. En het enige wat ik zeg is, het is goed dat we dat relatief snel ontdekten. Het had altijd sneller gemoeten. Ja, dus die fraudewet die was anders dan ingericht met andere consequenties dan de intentie was. Op dat punt. En ja. Dat is natuurlijk ook aangepast vervolgens in 2014. Maar in de tijd dat die wet er was, zijn er natuurlijk mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Zeker. Maar laten we ons wel realiseren, dat wil ik totaal niet wegstoppen, want dat is absoluut waar. Maar als je dat weer vergelijkt met de enorme consequenties van de vele tienduizenden euro's waar je over praat bij een kinderopvangtoeslag, is die omvang natuurlijk wel een andere. Ja. Vanaf de jaren 90 is er sprake van een toenemend gebruik van gegevensuitwisseling ten behoeve van fraudebestrijding. Deze ontwikkeling ontstaat door de groeiende technologische mogelijkheden en de wens om risicogestuurd te handhaven. Overheidsorganisaties wisselen steeds meer gegevens uit en bestanden met persoonsgegevens worden aan elkaar gekoppeld ten behoeve van risicoanalyses. Hoe werd volgens u in algemene zin aangekeken tegen het gebruik van persoonsgegevens bij het opsporen van fraude toen u aantrad als minister-president in 2010? Daar hebben we toen niet over gesproken. Nee, is toen niet aan de orde geweest. Het is later aan de orde gekomen natuurlijk in die commissie fraude aan de hand van dat wetsvoorstel bestandskoppeling. Maar ik kan me niet heugen dat we daar over spraken bij de formatie of bij de start van het kabinet. Ook dus niet of er uit een twijfel werd getrokken in welke mate het uitwisselen van gegevens werkelijk helpt bij het opsporen van fraude. Nee, we hebben het natuurlijk vorige keer over gehad met tijd als staatssecretaris. Ik ben er wel van overtuigd en dat heb ik nog steeds die overtuiging dat risicogestuurd sturen cruciaal is naast signaalgestuurd sturen. Maar dat je ook echt risicogestuurd moet sturen. Maar uiteraard op een manier die helemaal in lijn is met alle wetgeving rond privacy. En dat je dus wel mag kijken naar gedragskenmerken, maar nooit naar persoonskenmerken. Ja. In het regeerakkoord van uw eerste kabinet staat dan ook, en ik citeer, de informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens worden verbeterd. Weet u nog waarom dit een speerpunt was? Ja, het komt trouwens ook terug bij Rutte II, het tweede kabinet. Nee, dat zou ik nu niet kunnen reconstrueren, maar er was natuurlijk altijd discussie, neem ik aan. Die is natuurlijk permanent over privacy, maar het is niet zo dat bij de start van het kabinet daar een aparte discussie aan hebben geleid. En ik weet ook niet meer of u zelf dat heel belangrijk vond in die tijd of dat u dacht gelukkig. Ik vind het belangrijk, ik ben liberaal, dus voor mij is dat heel essentieel. Ik wil niet dat de staat zich met mijn leven bemoeit als ik daar geen aanleiding toe geef. Mm-hmm. Dat is voor mij een hele wezenlijke waarde. Daar heb ik absoluut een persoonlijke motivatie op. Maar tegelijkertijd ben ik ook niet tegen bestanden koppelen als je het maar doet op een manier die maximaal transparant is en de privacy zoveel mogelijk probeert te beschermen. Kunnen die twee samen gaan? Ja. Dat ben ik van overtuigd. Maar dan moet je het wel verstandig doen. En dan moet je dus inderdaad zorgen, bijvoorbeeld bij risicosturing, dat je stuurt op gedragskenmerken. En bijvoorbeeld, ik dacht dat een van de ambtenaren van sociale zaken was die daar een paar mooie voorbeelden van had. Watergebruik of 4 mensen ingeschreven op 1 adres. Ja, daar mag je natuurlijk op sturen. In 2011 bereidt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet fraudeaanpak door bestandskoppelingen voor. Met deze wet wordt in de keten werk en inkomen de grondslag gelegd voor gegevensuitwisseling tussen publieke en private partijen, zodat via bestandskoppeling fraude effectiever kan worden bestreden. Had deze wet uw bijzondere aandacht, omdat u zelf ook als staatssecretaris zelf verantwoordelijk was voor de oprichting van de landelijke stuurgroep interventieteams in 2004? Totaal niet. En is ook niet behandeld in het kabinet en ook niet in de Kamer. Het is overal hamerstukken, tot en met de Eerste Kamer. Ja, maar los van dat? Nee, antwoord nee. Er is een spanningsveld tussen de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
en het voornemen om fraude actief te bestrijden door middel van meer gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen. Is er in de ministerraad gesproken over de fundamentele afweging tussen fraudebestrijding door middel van gegevensuitwisseling en het risico van een inbreuk op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? De wet is niet behandeld in het kabinet. Waarom niet? Omdat er geen discussie was tussen ministers en niemand de aanleiding in zag. Hij is ook niet behandeld in de Kamer. Nog Tweede, nog Eerste Kamer. Ja, los even van de Kamer. Het is natuurlijk wel interessant in de ministerraad. Het gaat over privacy, het gaat over... Ja, dus hebben alle departementen die daar natuurlijk naar kijken met elkaar vastgesteld dat dat voldoende geborgd is. Anders was het zeker aan de orde geweest. Ja, nee, omdat u zelf net in een bijzin ook aangaf. Ik ben een liberaal, dus ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk. Dan kan het soms zijn dat je net even meer denkt... Maar zo'n wet zit waarschijnlijk ook aanstaande vrijdag staan een 15 agendapunt. Het is onmogelijk om dan bij elk punt te denken wat zou erachter zitten als er geen ruzie over is. Dat gaat niet. U heeft toch adviseurs? Ja, en die kijken dus of er wat geks is. En als dat zo is, dan signaleren ze het en dan gaan we het bespreken. Maar dat is willekeurig of is er ook geeft u ook duidelijk aan uw adviseurs als er deze dingen aan de orde komen bij uw eigen annotaties als u de ministerraad voorzit? Natuurlijk, men weet, dat is de kracht van het Thorbeckiaanse model, dat de ambtenaren partijloos zijn. Althans, mogen lid zijn van partijen, maar in ieder geval geabstraheerd van partijen adviseren. Maar uiteraard rekening houden met welke regering er zit. Ja, maar ik bedoel ook natuurlijk als minister-president, want de minister-president van iedereen. Als u zegt, ik vind het heel belangrijk als er iets langskomt. Nou, ik ga niet speculeren, kan van alles zijn. Dan wil ik dat wel even weten. Ja, maar we werken zo lang, dat weet men. Ja. Maar zo werkt u niet. Zo werkt u niet. Jawel. Maar men weet dat natuurlijk, omdat je natuurlijk met elkaar werkt. Je ziet elkaar iedere ochtend een half uur en iedere vrijdag of iedere donderdag spreken we de ministerraad helemaal voor. Mm-hmm. Dus dat komt allemaal aan de orde. Ja, maar gegevensuitwisseling niet? Ja, niet als de raadadviseur bij AZ niet aanleiding vindt in het wetsontwerp om te zeggen er zit wat raars in. Okay. En het feit dat ook de Kamers hem als hamerstuk behandelen, blijkbaar zat er niks geks in. Dat heeft u drie keer gezegd. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ja, over wat je als minister-president en dan in de ministerraad bespreekt en hoe de Kamer dat bespreekt. Nee, helemaal eens. Maar we gaan door. Woog voor u het belang van fraudebestrijding of het belang van bescherming van persoonsgegevens destijds zwaarder? Voor zover u... Nou ja, u heeft net aangezegd, ik heb het gewoon als hamerstuk behandeld. Dus u heeft het er ook geen mening over. Niemand heeft aanleiding gezien op dat punt te arresteren. Nee. Ja. Ik wil met u naar het regeerakkoord van uw tweede kabinet. Daarin staat dat het College Bescherming Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt meer boetes uit te delen. Ook wordt de bescherming van persoonsgegevens een uitgangspunt bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden, blijkend uit een verplichte standaard privacy impact assessment. Weet u nog hoe deze tekst tot stand kwam? Nee, maar dat is dit zijn teksten die... daar is niet lang over gesproken, maar ik denk ook als je deze twee partijen ziet, Partij van de Arbeid en VVD, dan is daar... vanuit onze tradities, vanuit de Franse Revolutie, is dit logisch. Was dat dan anders dan het kabinet Rutte 1? Nee, want ook daar zat de tekst in op dat punt. Maar ook PvdA en VVD zijn het over veel punten oneens. En ook heel passioneel soms. Maar over dit soort zaken is toch snel overeenstemming. Het kwam volgens mij niet in uw eerste regeerakkoord terug, maar wel in uw tweede. Dus ik was nieuwsgierig. Nee, dat weet ik niet of dat speciaal is, hoor. Of dat is door de samenstelling van het kabinet, of de PvdA het inbracht, of de VVD. Of er een andere aanleiding was, dat kan ik niet reconstrueren. Ja. In 2013, ten tijde van uw tweede kabinet, vindt een aantal ontwikkelingen plaats op het gebied van het gebruik van persoonsgegevens ter behoeve van het bestrijden van fraude. Het programma Systeem Risico-Indicatie en krijgt een juridische grondslag en de landelijke stuurgroep Interventieteams krijgt ook een juridische grondslag om gegevens te delen met verzekeraars en de Belastingdienst en de dienst toeslagen van de Belastingdienst ontwikkelt een eigen risicoclassificatiemodel. Was een van uw collega-bewindspersonen verantwoordelijk voor het overzicht over al deze ontwikkelingen aangaande rijksbrede gegevensuitwisseling? Nou, dit is in ieder geval iets in het kabinet besproken. En we hadden het net even over één aspect wat u noemt. Dat is dus die wet die ging over het wettelijk verankeren van dat systeem risico-indicatie. En verder is het natuurlijk zo dat Binnenlandse Zaken goed kijkt naar privacy. En dat natuurlijk de vakdepartementen die te maken hebben met de grote stelsels zoals VWS en Sociale Zaken natuurlijk hebben te letten op, en dat doen ze ook, op alle aspecten van de rechtsstaatelijkheid. Ja, maar mijn vraag was net iets anders. Ik hoor wat u zegt, maar of er nou één oud bewindspersoon was die al die ontwikkelingen die dus blijkbaar tegelijkertijd plaats konden vinden, die dat coördineerde. Eigenlijk net waar we het over hadden met een ministeriële commissie fraudebestrijding. Ja, daar is, nou ja, deze wet niet, maar die andere wet is daar natuurlijk wel uit voortgekomen, die kaderwet gegevensuitwisseling. Dat ging natuurlijk over, eigenlijk is dat het groot broertje, zou je kunnen zeggen, van die Siri-wet. Ja,
En die is natuurlijk wel heel degelijk besproken in de ministeriële commissie en in samenhang bekeken. Maar er was dus niet één collega bewindspersoon verantwoordelijk voor het overzicht over deze ontwikkelingen aangaande die rijksbrede gegevensuitwisseling? Ja, dit waren dan 4 ministers of 5 hè, die bij elkaar zaten in de ministeriële commissie fraudebestrijding. Dus ik denk dat dat men ook beschouwt als een gemeenschappelijke verplichting. Ja, maar mijn vraag was anders. Was geen, dus... niet, ik zou niet weten, ja, dat zou ik moeten nakijken weet, hoor. Ik denk eerlijk gezegd dat mensen van BZK ten aanzien van de privacy een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, maar dat zou ik moeten checken. En had u zelf het overzicht? Ik zat die commissie voor en we hebben namelijk uitvoerige discussies gehad. Dat vindt u ook terug in een stuk over die kaderwet gegevensuitwisseling. En volgens mij, dat was ook precies wat je wil in zo'n commissie. Dat je daar fundamenteel voor praat. Zowel moet je dat in de wet regelen of niet, als wat regel je dan in de wet. Ja, weet en hoe verhoudt welke... dat tussen privacy en alle andere aspecten? Ja, weet u nog welke soort discussies daar gevoerd werden? Ja, eigenlijk twee. Eén discussie was, wat wil je bereiken met die wet? Nou, dat had natuurlijk te maken met... En uiteindelijk is dat wel van heel ambitieus teruggebracht tot die 4... specifieke samenwerkingsverbanden waar we het eerder over hadden. Maar voor de rest ging het heel sterk over, moet je daar een aparte wet regelen of niet? En kun je het over... Uiteindelijk is daar een hybride oplossing gekozen. Een aantal dingen wel in een wet, die dus nu in de Eerste Kamer ligt. Maar ook een aantal dingen die in de onderliggende wetgeving van de vakdepartementen zijn geregeld. Ja. In 2014 loopt een traject om de mogelijkheid van een rijksbrede wet voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties ten behoeve van een fraudebestrijding te verkennen. Dit mondt uit in een wetsvoorstel gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden. Dat was de eerste keer dat expliciet de keuze werd gemaakt om gegevensuitwisseling als standaard te gaan zien. Dus een ja tenzij in plaats van nee tenzij. Weet u nog hoe u bent geadviseerd of wat uw gedachten waren over dit wetsvoorstel en... specifiek het principe ja tenzij. Ja, dit is dus die wet die uitvoerig besproken is in de ministeriële commissie fraudebestrijding, ook na de Bulgare fraude, waarbij is gezegd hoe kun je nou ervoor zorgen dat je vastlegt en de zorgvuldigheid van gegevensdeling, maar tegelijkertijd wel zorgt dat die kan plaatsvinden. En ja, nogmaals, dat was aanvankelijk een heel ambitieus traject. Het is nou, in de praktijk nu wel wat kleiner geworden, omdat het ook vreselijk hels ingewikkeld is. Dat bleek ook wel. Ja. Maar het ging specifiek over wat het verschil dan is tussen ja tenzij en nee tenzij. Zou je mij willen helpen in het verschil? Ja, nee tenzij is dat je niet gegevens deelt tenzij en ja is dat je ze wel deelt tenzij. Ja, en weet u nog wat de reden was om van nee tenzij naar ja tenzij te gaan? Ja, omdat er natuurlijk voorbeelden waren. Bijvoorbeeld gegevensdeling met politie en het Openbaar Ministerie tussen die organisaties. Als er een vordering nodig was, dan zag je dat... uiteindelijk het heel ingewikkeld was voor deze bestuursorganen om dat te doen. En dat stond in dit geval de criminaliteitsbestrijding in de weg. Dus dat was zo'n discussie die we hadden. Hoe kun je nou beter gegevens delen op een manier dat wel degelijk ook de privacy geborgd is. En wat je hier natuurlijk ziet is dat in de wet een doelbinding zit. De doelbinding die de wet bescherming persoonsgegevens bevat. En die doelbinding werd soms zo strak uitgelegd dat er dan in de praktijk niet kan worden uitgewisseld. Dus de vraag is, hoe kun je die juridische... steun geven aan de uitvoering om dat wel te delen, door heel precies vast te leggen in een wet, wat dan de randvoorwaarden zijn om dat te doen. Ja. De kern is dan in feite, om het wat makkelijker te maken, zeg je, nou, in principe doen we dat, en dan is het aan die ander om uit te leggen waarom het niet zou kunnen. Dat is toch het... Nee, wat je doet, in principe doe je het, en je legt in de wet heel goed vast dat de hele uitvoering weet aan welke randvoorwaarden dat moet voldoen. Kunt u doelbinding nog eens even uitleggen? Ja, doelbinding is, die zit in de wet bescherming persoonsgegevens en die gaat op dit moment, of die ging op dat moment verder, ik weet niet hoe het nu is, dan de EU-regelgeving. En die werd door organisaties die deelnamen aan het samenwerkingsverband soms onterecht en door een iets te absolute wetsuitleg gebruikt als argument tegen gegevensdeling. En doelbinding betekent dat je alleen bij een bepaald doel deelt. En dat werd zo nauw geformuleerd dat in praktijk bleek dat organisaties en samenwerkingsverbanden dat moeilijk vonden. Nou, vandaar. Wat was de reden dat het zo nauw was geformuleerd? Dat weet ik niet. Dan overvraagt u mij. Maar in ieder geval, dat was wel een probleem. En, maar uiteindelijk is deze wet niet van toepassing op de sociale zekerheid. Welke rol speelde de bescherming van persoonsgegevens hierbij? Je zei er net al iets over, van daar zit dan een borging in. Maar... Ja, nou, er is natuurlijk ook in de Kamer een hele discussie over geweest. Er is een hele brief over gestuurd. Met alle randvoorwaarden om dat goed te organiseren. Dat zijn er, zeg ik uit mijn hoofd, 4. Daar zit dus ja, ook in hoe zorg je ervoor dat die balans bewaakt wordt. En dat is natuurlijk iedere keer als je praat over gegevensuitwisseling van belang.
Dat je dat doet op een manier dat je, ja, het is ook serviceverlening soms. Soms ook het vinden van verkeerd gedrag. Maar wel op een manier dat je de privacy ook in de gaten houdt. In de gaten houdt of dat het een uitgangspunt is? Nee, sorry, uitgangspunt. U heeft helemaal gelijk, natuurlijk. Ja, ja. Het is, maar dat is ook helemaal in die wet. Daarom is hij ook door de Tweede Kamer gekomen, anders was hij daar niet aangenomen. Voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zegt hij over de groeiende gegevensuitwisseling en ik citeer... Ja, maar wel uitgewisseld binnen de wet en niet op een manier waarvan de autoriteit persoonsgegevens 2 of 6 jaar later zou zeggen... dit is in alle opzichten tegen de wet. Ja. Echter, de autoriteit persoonsgegevens en diens voorloper, het College Bescherming Persoonsgegevens... had eerder over het wetsvoorstel fraudeaanpak door bestandskoppelingen, het besluit Siri en het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden al bij herhaling negatief geadviseerd. Dit vanwege conflicten met de wet bescherming persoonsgegevens en artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Was voor u duidelijk dat de adviezen op dit vlak niet volledig opgevolgd werden? Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk aan het vakdepartement om die adviezen te verwerken. Ik kan niet terughalen of we al die adviezen apart hebben besproken. Maar uiteindelijk zijn al die adviezen openbaar en ook natuurlijk in de Kamer gewogen. Dat is toch op zich wel bijzonder. Dan liggen er 2 adviezen. We hebben eerst een gesprek gehad. U geeft aan, ik vind dat heel belangrijk. Dat is allemaal geborgd. Mm-hmm. Vervolgens vraag ik u naar 2 adviezen die er liggen en dan zegt u, dat weet ik niet. Nee, maar het is niet zo dat ik als premier alle adviezen ook persoonlijk kan lezen. Dat gaat als onmogelijk fysiek. Dat doen de vakministers. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat je in het hele wetstraject hebt aan te tonen hoe je daarmee omgaat. Daar kijkt ook de Raad van State naar. En uiteindelijk is dat ook onderdeel van de Kamerbehandeling. Ja. Maar het uitgangspunt, het doel is dat natuurlijk alle wetgeving in lijn is met alle privacyvoorschriften. Ja. Ja, want in de POC gaf je nog aan hoe belangrijk het u ook vond dat je niet 2 of 6 jaar later natuurlijk krijgt te horen dat mag niet. Exact. Vindt u bij nader inzien dat het belangrijk is dat dat nog wat explicieter gebeurt? Ja, ik denk dat dat ook een van de lessen is die we kunnen trekken. Je ziet bij die wet Siri, maar dat is ver na wat u mij gevraagd had voor te bereiden. Maar ik kom het wel tegen dat later er wel degelijk een kritische uitspraak over is gedaan door het EVRM. Of aan de hand van het EVRM. Die andere wet is natuurlijk nog niet in werking. Die ligt in de Eerste Kamer. Maar het antwoord op uw vraag is ja, dat kun je niet voldoende benadrukken. En alleen je moet ook voorkomen dat je daardoor stopt met denken. En zegt dan maar helemaal geen bestanden koppelen. Dus je moet kijken hoe kun je het doen op een manier... dat je niet de verkeerde manier profileert, bijvoorbeeld, etnisch profileert, om een voorbeeld te noemen. En dat je dus kijkt naar gedrag en niet naar persoonskenmerken. Okay. We komen daar zo meteen nog op terug. In 2017 komt de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het rapport Big Data voor een vrije en veilige samenleving. Achtergrond bij het rapport is een working paper genaamd Big Data voor fraudebestrijding. In dit working paper, dat is gewoon een soort tussentijdse nota, om het even anders te vertalen, wordt geconcludeerd dat het uitwisselen van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties steeds meer op het inzetten van big data voor fraudebestrijding begint te lijken. De auteur beschrijft dit als een verschillende ministeries overstijgende ontwikkeling van de afgelopen decennia, waarbij transparantie door de overheid een probleem blijft. Ook de Algemeen Rekenkamer ondersteunt dit punt en uit rapporten uit 2014 en 2019 blijkt dat de burger geen regie heeft op diens eigen persoonsgegevens. Bent u het eens met de conclusie dat de ontwikkeling om met big data fraude te bestrijden een moeilijk beheersbare ontwikkeling is? Ja, maar u hebt mij vrij specifiek gevraagd om dingen voor te bereiden. Ik ben natuurlijk in mijn voorbereiding echt wel breder gaan kijken, maar dit rapport heb ik niet gelezen. Dat zat ook niet in de vraag van de commissie. Dan zou ik dat echt even willen lezen eerst. Integraal, u zegt niet op basis van wat ik u nu vertel. Nee, kijk, maar dan wordt het eindelijk. Ja, dan denk ik, zoals u het beschrijft, zijn we het misschien eens. Maar volgens mij zit ik hier ook om te proberen gefundeerd antwoord te geven. En zeker. Niet te denken, ja, de voorzitter zegt iets verstandigs. Ik denk dat ik het ermee eens ben. Meer kan ik nu ook niet zeggen. Ik denk dat ik het met u eens ben. Maar dan zou ik echt even dat onderliggende feitenmateriaal goed willen lezen. En dat zat nu niet in de gevraagde voorbereiding. Als domeinoverstijgend minister heeft u deze ontwikkeling in de afgelopen 13 jaar kunnen volgen, zeg ik even in abstracte zin. Vindt u dat u vanuit uw rol een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de overheid grip houdt op uitwisseling van gegevens van burgers? Ja, vanzelfsprekend heb ik ook een belangrijke rol, maar het is niet zo dat ik van elk stap die het kabinet zet, dat kan checken. Dat doen echt de ministeries, die gaan over de wetgeving. En dat doet dus in dit geval, dit aspect... Is een aspect wat nadrukkelijk bij binnenlandse zaken, en dat doen ze ook heel zorgvuldig, wordt bekeken. Ja. En
daar zitten ook heel veel deskundige mensen op dat terrein. Dat zou ook niet kunnen vanuit de algemene zaken met één raadadviseur die, laten we zeggen, meerdere departementen moet volgen. Dat zou ondoenlijk zijn. Dus u heeft ook niet geprobeerd bij te sturen op de ontwikkeling, voor zover u dus door had in die afgelopen 13 jaar, dat die ontwikkeling gaande was? Nou, we zijn nu natuurlijk met elkaar heel druk bezig in het kabinet te praten over artificial intelligence en alle aspecten van de big data, zo je wilt, hè, zo je wilt, die erachter zitten. Omdat dat nu natuurlijk een heel groot onderwerp is. Maar verder is het zo, zijn dit soort aspecten echt onder schot bij de vakdepartementen. Ja. Ja. En zolang uiteraard niet daaruit het signaal komt, er gaat iets mis, dan wel de adviseurs op algemene zaken zeggen, er is een aspect onvoldoende bekeken. Ik kan niet zelf dan elke wet erop gaan controleren, dat is ondoenlijk. Nee, maar het kan ook zijn dat met de 13 jaar ervaring die u heeft, dat u zegt, nou, dat is eigenlijk wel, ik ga uw woorden in de mond leggen en dat is niet de bedoeling. Uw eerdere vraag ben ik geneigd het eens te zijn, maar ik zei al, dan wil ik eigenlijk ook even die BRR-rapporten goed lezen, anders wordt het zo'n koffiegesprek. En moet ook natuurlijk, wilt over mij echt een antwoord hebben. Ja, het is een verhoor. Ik geef het woord aan de heer Arsakan. Dank, voorzitter. Meneer Rutte, u gaf aan, als er wetgeving komt in de ministerraad en er is geen ruzie, en ik leg dat maar uit als een, u gaf weer aan conflict, er is geen conflict, ruzie, discussie tussen verschillende ministers ruzie, die betrokken zijn. Discussie kan ook, ja. Ik dacht, ik help u erbij. Het is voor u geen, geen punt. Dan gaat dat gewoon door als hamerstuk. Even heel precies. Bij hele grote onderwerpen kan het natuurlijk nog steeds besproken worden. Mm-hmm. En ik moet hierbij zeggen, wat ik ook in het begin van het verhoor zei, dat bijvoorbeeld over die fraudewet, wij natuurlijk een uitvoerige discussie hadden gehad in 2011, aan de hand van een verkenning van de minister van Sociale Zaken. En als dan vervolgens die fraudewet komt, en er is inderdaad geen discussie over, precies zoals u het formuleert, ja, dan wordt die vaak niet meer behandeld in het kabinet. Nee, maar iedereen kan zijn vinger opsteken. Ja, maar wat u nu beschrijft over als voorbeeld van iets wat wel besproken is, dat was vooruitlopend op de fraudewet. Ja, maar wat je dus doet is, dat is wel een verandering die we in 2010 hebben doorgevoerd met het kabinet. En die is tot op de dag van vandaag gebleven. Dat we wat vaker praten, meer op hoofdlijnen over een groot onderwerp. Mm-hmm. In dit geval fraude, aanpak. Dat heeft ook geleid tot een brief van de minister aan de Kamer. Op grond waarvan vervolgens een Kamerdiscussie plaatsvindt. Die ook dan laat zien, is er draagvlak politiek in de Kamer voor de aanpak. Dat landt dan in een wetsvoorstel en dan kan het wetsvoorstel ook nog steeds besproken worden in het kabinet als daar nog discussie over is. Er zijn overigens bij de behandeling van het wetsvoorstel zelf nog opmerkingen gemaakt. Mm-hmm. Niet heel fundamenteel, maar een paar opmerkingen nog gemaakt. Maar dat hoeft niet, want je hebt dan natuurlijk die fundamentele discussie al gevoerd aan de hand van een notitie die, laten we zeggen, de hoofdlijnen van zo'n wetsontwerp bespreekt. Ja. Ik wil nu met u spreken over de invloed van adviezen. En dat gaat dan op de invloed als het, als de wetsvoorstellen worden besproken.